Winterdagen. En warme winterdagen, dat is altijd iets met familie. Hoe hebben jullie het overleefd, de familie? Wie heeft echt genoten van zijn familie? Oeh, dat zijn er niet veel. Ja, ik wil aan jullie even mijn familie voorstellen. Normaal gesproken wil ik mijn familie nergens bij betrekken. Maar ik dacht met zo'n show, winterdagen, feestdagen, dacht ik, dan moet ik wel. En hierachter, dat is een foto. Die wil ons moeder altijd hebben, 1 keer per jaar, dan met z'n allen op de foto staan. Zal ik zeggen wie ze allemaal zijn? Let op, hè. In het midden zit ons paasmoeder. Moeder is met die witte broek. En paas met die baard ernaast. Die zijn al 55 jaar met elkaar getrouwd. 55 jaar, echt, maar echt leuk getrouwd, hè? Echt goed. Ik blijf heel vaak de weekenden thuis slapen. En dan zondagsmorgens, dan wil ik me even tussen hun in gaan liggen. En hoe vaak dan de slaapkamerdeur niet dicht is. 55 jaar bij elkaar, hè? Doet maar eens na, hè? Wie van jullie doet het nog na 55 jaar? Zit er dat? Dan... ons paasmoeder, die hebben elkaar leren kennen op het Abelborstenbal in Kasteel Maurik. Ken je dat? Ja, ja, het is echt, ja. Ja, ja, u bent ook chic, ik zie dat. Dat is gewoon, ja, het is gewoon weer, ja, chic is dat. Ons moeder is goudsmid. En die had heel mooie stukken voor mij gemaakt. Die wilde ik wel aandoen, maar als ik iets van z'n moeder aandoe, dan moet er altijd bewaking mee. En dat vind ik ongezellig. Dat heb ik niet gedaan. En ons pa is kunstmakelaar. Die ontdekt allemaal van die jonge kunstenaars. Hij heeft Damien Hirst ontdekt. Kennen jullie Damien Hirst? Ken je die? Echt, nou ja, dat is crème de la crème. Die heeft ons pa ontdekt. Gewoon. En ons pa, die was ook heel vaak in Londen. En dan ging ik naar ons pa toe. Als ik dan alleen was of zo. Of ik had een spreekbeurt. Dan zei ons moeder van, ga maar naar ons pa toe. En dan mocht ik een vliegtuig. En dan bracht ons moeder mij naar Airport Eindhoven. En dan vloog ik naar Heathrow. En dat was ons pa dan. En dan maakte hij met mij de spreekbeurt over ponies. Of over dwergponies. Dat hebben we ook wel eens gedaan. Of dwergponies met Gilles de la Tourette-syndroom. Dat hebben we ook gedaan. Ja, dan helpt ons pa me gewoon altijd mee. En dan aten we iets en dan vloog ik gewoon weer terug. Zo, dat kon. We konden ons pa altijd zien als we wilden. En daarachter, die met die blauwe blouse, dat is ons Alfonso. Dat is een modeontwerper. Die is getrouwd met Maurizio. Die hebben het kledingmerk Perlei. Kennen jullie dat? Nee, is heel duur. En dan daarachter, die blonde met die blauwe jurk, dat is onze Saskia. En die is getrouwd met onze Theo. Saskia is aangetrouwd. Zij is Zweeds. En is getrouwd met Theo. Onze Theo, die schrijven, die heeft krimis geschreven. Echt, echt heel erg succesvol, populair. En Saskia komt uit Zweden. En zij is Olympisch skikampioen. Herken je haar? Ja, maar dat komt misschien omdat ze dan zo'n helm en bril op heeft. Dan zie je dat niet, denk ik. En ons moeder zei om haar een welkom te geven in de familie. Hebben we allemaal Zweeds geleerd. Welkom, Saskia. Dat betekent welkom, Saskia. Ja. En dan is het, zij zei, morbro, plokke plo, plo, plo. En dat betekent, ik ken Agneta en Frida heel erg goed. Ja. Daar kunnen wij allemaal Zweeds. Daarnaast, dat is met dat blonde haar, dus Jeannette, is mijn zus, die is heel erg intelligent. Die is gepromoveerd bij
professor Cornelis, die daarnaast staat, die zijn een stelletje geworden. En die, terwijl dat ze dus bezig waren met promoveren, ontstond daar een liefde door spreadsheets. Zij vinden spreadsheets heel opwindend. Oh, doe mij een spreadsheet. Oh, ik wil ook een spreadsheet. Dat een soort spreadsheet-fetischisme. Ja, daar is heel veel op de universiteit in Tilburg. En hij houdt ook en zij ook van hele moeilijke cijfers. Dus dan zeggen ze tegen elkaar 4 miljoen 5 miljard 983. Ja, dat vinden zij sexy. En dan is daar die kinderen, daar is Sammy daar, daar is Iris en Sanne en Bram en Lieke. En zij gaan meedoen met het Christina Concours. En zij gaan de derde celloconcert spelen van Modest Petrovic Mussorgsky. Gaan zij doen. Karin. En zij... En dat is mijn jongere zus Christel, maar die paste niet op de foto. Wat ga jij aan het doen? Kom van die tafel af. Ik sta daar gewoon. Ik kan alles horen, Karin. Hoeft niks te zeggen. Tuurlijk zeg ik weer helemaal niks te zeggen. Tuurlijk zeg we gaan ik gewoon beginnen. Ga gewoon zitten. We gaan beginnen. Wij zouden jou als familie uit het nestje moeten gooien, Karin. Dat moeten wij doen. Slaat er helemaal nergens op. We kunnen gewoon beginnen. Nee, we gaan niet gewoon beginnen. Ik heb jou horen zeggen, nee, maar fijne feestdagen en de familie even voorstellen. Dat kan niet wat je doet. Sorry dat ik er even tussen kom. Maar dit is onze familie helemaal niet. Dit is de familie die voor ons bij de fotograaf op de foto ging. En zij is als een soort koekoeksjong, wops, zo bijgesprongen. Karin. Dit is onze familie, dames en heren. Stom, haring te mouwen. Je kunt er gewoon nog gewoon haring doen, hoef je niet de hele tijd zo te jakken. Zo niet op. Ik heb je daar benodigd. Kijk, Karin. En die is onze familie. En ik hoorde, nee, mijn vader, en dat was zo'n fijne vader. En ponies en Londen, en weet ik het allemaal. Kom op. Wij zouden ons pap nog niet herkennen, al stond hij rechtop in de soep. Zouden wij nog niet weten wie het is. En hebben we hier, zien ze, daar in het midden. Dat is ons moeder. En die hebben elkaar niet leren kennen op het Adelborstenbal in Vught. Nee, Karin, die hebben elkaar leren kennen op de kermis in Tilburg. Bij de boksbal. En nergens anders. Kom op. Ik stel ze even voor, hè, alle broers en zussen. Daar gaan we. Dit is onze oudste. Dat is Leo. En Leo die doet in schroot. En het liefste in accu's. Echt waar. Die heeft iets met accu's zoveel als je maar wilt. En hij levert mobiele telefoons. Hij heeft zelfs de nieuwe iPhone 6 al. Dus die doet het onder het motto, u vraagt, wij graaien. Onze Leo. Dit is een verkering, Miranda, ongeveer 1,5 jaar verkering. Hartstikke leuk setje. Even kijken, ons Trudy komt daarna, die staat er niet op. Dat is heel erg jammer, want anders had het kunnen zien. Maar ons Trudy, die heeft net nieuwe borsten. Echt, ja, van die hele mooie, zachte borsten. Je hoeft uw eigen borsten niet aan te raken. Mensen weten echt wel wat borsten zijn, hoor. Houd ze er dan voor, of zo, maar... Oké, Karin. Ons Trudy heeft net nieuwe borsten. Van die mooie, zachte. En eerst had ze van die borsten, die keken heel verlegen naar beneden. En nou heeft ze borsten. Die kijken er recht aan. Echt waar. En de mensen kunnen die borsten toch bekijken, Karin. Waar kunnen ze dan? Waar kunnen ze dan? Vanavond in Zundert in Club Diana. Kijk, daar hadden jullie ook naartoe kunnen gaan. Het zijn keuzes die gemaakt natuurlijk, hè. Even kijken. Dan hebben we hier Harry. En Harry die doet in koper. En hij heeft hartstikke veel op voorraad. Mocht er geïnteresseerd zijn, graag bellen na 6:15. Want hij heeft heel slecht bereik aan spoor. Dus dit onze oudste zus. En dat is ons Anja. Hoe kan ik ons Anja het beste omschrijven, Kaat? Miss Bouquet. Mrs. Bouquet. Kende die? Oh, echt zo'n vrouw die alles goed doet op de juiste blik, juiste manier. Alles past bij elkaar. Ons Anja is even uit de roulatie. Want die heeft namelijk de spataders laten verwijderen. Weet hoe dat gaat? Maakt ze een heel klein snipje, gaan ze naar binnen, pakken ze de spatader. Trekken ze in één keer eruit. Nou, heeft ze sindsdien last van buikpijn. Echt, wordt echt gekweld door hevige buikpijn. Ik denk persoonlijk dat ze bij de laatste spatader de linker eierstok meegetrokken hebben.
Denk ik persoonlijk. Dus die ligt er even uit. Even kijken. Hebben we hier de middelste broer? Dat is ons Nol. En ons Nol, ja, daar hoef ik niet zo heel veel over te vertellen. Die leerde nog wel kennen. Maar die, dat is koude kant. Kende dat? Koude kant? Maar die is echt koude kant, hè. Kouder als die kan niet. Ze heet Carla. Echt zo'n negen. Carla. Oh, Carla, die altijd belt. Waar ben je? Waar blijft je? We gaan naartoe. Carla. Zo'n negen. Hucht het in de stem, hè. Carla. Hey, doe normaal, joh. Direct zit er een Carla in de zaal. Die hebben kaartjes betaald. Idioot. Doe je het dan niet? Even kijken. Dan hebben we hier onze Dree. Ons André. Ons André is een beetje de Benjamin van de familie. Dood goede jongen. Echt zo'n jongen, die zit gelijk in uw hart. Kende dat? Kan heerlijk muziek maken. Fantastisch jongen. Afgelopen 4 jaar is hij niet bij het kerstdiner geweest. En bij de feestdagen allemaal niet. Maar dit jaar is hij er weer bij. Want ze hebben bij de reclassering beloofd dat ze zijn enkelbandje wat verder gaan stellen. Ja, dat is echt waar. En even onder ons. Het was iets met cultfilms en VHS-films en zo. Nee, moet eerlijk zeggen. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. Nee, hij heeft het wel gedaan. Ik moet alles vertellen. Ons André heeft naar de politie geschoten. Zo. Dacht het niet, Karin? Dat is wel waar. Echt alles vertellen. Hij heeft teruggeschoten. Dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders, Brugs. Even kijken. En dan hebben we hier als laatste hebben onze Frans. En ons Frans is altijd een beetje buitenbeentje geweest. Kende dat? Hij is HSP'er. High Sensitive Person. Gewoon gek. Ja, dat... Nou, dat is dan het enige waar we het over eens zijn, ja. In ieder geval. Hij heeft heel veel psychiaters, psychologen afgelopen. En de laatste psycholoog zei, laat hem uitpraten. Vraag hem niet te veel. Maar als je iets gevraagd hebt, laat hem uitpraten. Anders kan hij agressief worden. En niet te flauw. Hij gaat de laatste tijd wel beter. Sinds het gaat goed met hem, hè? Ja, dat moet ik ook vertellen. Ja, maar dat wou ik ook vertellen. Want het gaat zo goed met onze Frans. Hij heeft namelijk de IQ-test gedaan op tv. En nou denkt hij dat hij hoog intelligent is. Omdat hij beter scoorde dan Bonnie Sinclair. Echt waar. En waar onze Frans is, is van Boeschoten ook altijd. En ze zijn er alle drie bij. Onze Nol, onze André en onze vrouw. Een kledingmerk. Ja. Normaal. Ja. Nee. Mijn broer schrijft premies. Jongen, jongen. Kletter. En waarvoor moet ik eigenlijk mee naar die familie van jou? Nou, Fred, gewoon voor de gezelligheid. Om er toch nog iets leuks van te proberen te maken. En hier? Zie je dat in het midden? Is hij klaar? Laat hem nou uitpraten. Oh. Hier in het midden staat ze weggemoffeld. Zie je daar lekker een beetje zo ertussen wegvallend? Karin. En dit is onze familie nee, Karin. Nee, wacht even. Want daarvoor, op de grond, is ons Christel. Mocht u denken dat het een vloerkleed is. En als ons Christel groen aan heeft, dan denken de mensen dat ze een glasbak is. Dat is 1 keer gebeurd. 1 keer, ja, Karin. Ja, dat is wel gebeurd, ja. En als jij geel aan hebt, ben je bang dat je voor als ANWB-bus gezien wordt. Dat is wel waar. Zijn hier vragen over? Karin, dit kan niet. Dit kan echt niet. Wat kan niet? Hier liggen zilveren en gouden ballen door elkaar. Je kunt zilveren ballen met kleur doen of gouden ballen met kleur. Maar zilver en goud, ja, maakt dat nou uit? Nee, dat kan niet. Het klimt toch allemaal? Nee, volgens de kerstetiketten kan dat echt niet. En wie maakt die etiketten? De Viva en de Libel. Dit kan niet door elkaar. Je kiest voor het een of voor het ander. Oké, maar het mag wel in de plastic boom. Dat maakt me niet uit. Een echt is het beste. Ik heb beloofd om thuis feestmaal te maken voor deze dagen. En ik heb beloofd om met de familie een voorstelling te doen. Oh, ik zal even... Maar nou heb ik beloofd om voor 9 uur even het menu door te mailen. Dat wil ik wel even doen, anders heb ik al gezeik vanaf het begin. Doen jullie eventjes iets voor eigen. Ja, dan gaan we direct verder. Hé, maar we hoeven niet meteen met het menu te beginnen. We kunnen ook de tafelschikking doen of het thema. Thema? Thema is kerst. Nee, ik heb altijd een subthema. Oh, doe normaal. Ja, Karin, het altijd een subthema. Dickens of zo. En dan kleden wij normaal. In ik weet een leuk thema. Wat? Samen poppen maken. Ja, leuk. Je eigen kerk. Ik heb nog 10 doze latex packs gestaan. One size fits all. Misschien kunnen we daar iets mee nog. Ik weet niet. Nee, maar we kunnen ook White Christmas. Allemaal als Elvis Presley. Is ook leuk. Oh, yeah. Nee, White Christmas. Nee, iedereen in het wit is hartstikke leuk. Hoog. Wat vinden jullie van allemaal lekker vroeg naar huis? Thema. Zullen we dat doen? Ik ging daar gewoon met het menu. Dat lijkt me makkelijk. Ik heb. Ja. Als voorgerecht, garnalencocktail. Garnalen. Dat is helemaal retro, garnalen. En van die bakjes kun je dat doen. Dat is bij de Lidl heb je van die ijsbergsla in een zak. Kan je er onderin doen. Daar hebben ze ook garnalen. Die zijn dan gepeld in bakjes.
kan je ook zo erin doen. Bij de euroshoppen, bij de Albert Heijn, van die whisky cocktailsaus, nog geen euro. En dan een citroentje aan de zijkant, want dat is visueel ook heel erg mooi om te zien. Oké. Okay. Nou, ik zeg voorgerecht klaar. Voorgerecht klaar. Hoofdgerecht. Ik heb hier puree. Lekker, puree. Vind ik echt feestdagen. En dat hebben ze ook in een zakje. En dat kan met melk en met water. En omdat feestdagen zijn, dacht ik gewoon met melk. En dan het echt dan een klontje boter? Klontje boter, nootmuskaat, hoppakee, niks meer aan doen. Dan dacht ik, hert erbij. Ja, maar dat is kei veel werk. Ja, maar dat heeft Albert Heijn al gedaan. Oh. Kunnen we zo in de oven doen. Dan erkes met pekes en tutti frutti. Dat vind ik echt, tutti frutti vind ik echt. Toch? En dan een potje appelmoes, maar omdat het dan feestdagen is, doe je die appelmoes in een schaaltje. Zullen we dan een kers erbij doen? Die kan ik van de week meenemen bij Van de Valk. Ja. En ik dacht dan wel waar frieten frikandel erbij bakken, want ik kom met dit menu niet vol nee, te zitten. Nee, dat moet eruit doen. En dan voor mij nog een bami-schijf en voor okay. Smoeder naaien we er een paar slaatjes in. Ja, kunnen we net zo goed naar de frietent gaan? Ja, die heb ik gebeld, maar die zijn op 1 januari dicht. Oh. Dus dat is jammer. Kan niet weg, want het is ja, doe maar ruim op tijd. Tafelschikking, dat hebben we ook gedaan. Ja, ik dacht wel even anders doen. Anders dan andere jaren tafelschikking. Want ik wil niet... Oh, wacht even, als Anja Skype. Oh nee, dat kan niet. Ik krijg je menu net binnen, ja. Hartstikke lekker, echt waar. Maar een granalencocktail zouden we dan wel doen. Ja, want... Kijk, ik wil er helemaal niet mee bemoeien. Maar ik dacht dat wel een lichtgebonden echte soep met paling. Echte soep met paling? Of een courgette soep met wat grote zalm. Waarom doet jij er allemaal vis bij? Godverdamme, daar vind ik niks op. Oh, dat is nieuw, dat is heel erg hip. Wist je dat niet? Nee, en carpaccio met pijnboompitjes. Dat hebben ze ook in plastic. Dat kan niet, want Carla is allergisch voor pijnboompitten. Want? Ja, krijg ze zonder kop van. Ja, maar het is kerst. Dan gooit ze die nootjes maar een keer af. Nee. Dan zouden we zijn dat wij allemaal geen carpaccio mogen eten... omdat Carla van ons nol allergisch is voor nootjes. Ik vind het aanstellerij. Als men vraagt, is het aanstellerij. Ja, dan niet. We kunnen trouwens geen hert doen met carpaccio. Waarom niet? Ja, dat kan niet. Dat doet het niet. Want? Ja, gewoon omdat je dat niet doet. Hert met carpaccio, dat gaat niet. Wat dan? Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld een vitello tonato doen of een Caesar salad. Nee, geen slooi meer kerst. Wacht even, vitello tonato, waar is dat? Vitello tonato is gewoon een sublimo primo piatto. En in Argentinië is dat typisch kerst. Typisch kerst, dat doet daar iedereen met de kerst. Dan weten we nog niet wat het is. Het is kalfsfrikando met een tonijnsaus. Dat is weer vis. Kappertjes. Oh nee. Dat is altijd leuk met de kerstkappertjes. Dat is heel klein, dat zie je niet. Dus we doen een vitello tonato, hert meegeworpen spruitjes, op een beetje van gestoken prei. En dan met besjes erbij. Nee, dat doe is maar weg. Heel doe heel maar erg mooi. Hoppakee. Hey, Christel, kun je gewoon bami doen? Nee, bami doe als je in de vrachtwagen naar kassenstand staat te wachten. Dat kan niet van dat doe de bami. Dat doe je niet met kerst. Nee, dat vind ik echt wel niks. En risotto is heel veel werk, dat ga ik ook niet doen. Te veel werk. Hey, is gourmetten. Ja, gourmetten, natuurlijk wil ik gourmetten. Omdat de camera niet wil gourmetten. En gluten kunnen we ook niet doen, want er is Danny allergisch voor. Het is een kleine moeite. U vraagt zich natuurlijk af waarom ik dit organiseer, hè? Ik moet mezelf ook steeds zeggen, doen, doen, doen. En dan moet u weten dat ik vroeger, hè, als ik dan langs een weeshuis liep toen ik een kindje was, dan dacht ik bij mezelf, oh, heerlijk, die hebben niemand, zalig. Ja, misschien worden ze misbruikt, maar dat is half niet zo erg, dacht ik. Ja, waarom ik het doe, is om twee redenen. De eerste is Rosetto-effect en het tweede is vanwege mijn cardioloog. Mijn cardioloog zegt tegen mij, mevrouw Bruurs, ik krijg uw hartslag niet meer omlaag. Ik krijg uw bloeddruk niet meer omlaag. En al het cholesterol blijft zelfs aan de buitenkant vastplakken. Ik krijg daar niet meer met van die pillen weg. Hij zegt, het enige wat we nog kunnen doen is het Rosetto-effect. Ik heb namelijk ooit een hartaanval gehad. Ja, echt waar. Dat was op een morgen. Ik dacht dat ik longontsteking had. Voelde heel erg als longontsteking. En ik was appels aan het schillen voor die kinderen van mij. Die moesten naar school met die appels. Maar toen... ik zeg, pak maar een blikje ananas mee. Lang verhaal kort te maken. Ik kom bij de EHBO. Ik zeg, heb heel erg longontsteking. Zegt die dokter van... we hebben gekeken, maar het is een hartaanval. Ik zeg, nee, het is echt een longontsteking. Nee, het is een hartaanval. Ik zeg, nee, het is echt een longontsteking. Weet wel, in een witte jas, weet beter. Ik zeg, nee, het is een longontsteking. Hij kwam weer, het is een hartaanval. Ik had bijna die scalpel in zijn ogen geduwd. Zei die verpleegster, dan heb ik het goed gemaakt. Het is een longontsteking en een hartaanval. Ik zeg, oké, dan doe ik het zo wel. Zeg, krijg ik er air miles op? Kreeg ik niet.
Enfin, ik naar de hartbewaking, daar heb ik 2 weken gelegen. En toen had ik daar mijn eerste bijna doodervaring. Dat was namelijk zo, ik hoorde heel die dagen piep, 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 kende dat? Piep. En toen mocht ik journaal kijken voor het eerst. Dat was na een paar dagen en toen was er een bericht en het was met carnaval. En er waren mannen, een hele grote stoere mannen en die hadden zich verkleed als een watje. En die hadden een sigaret tegen de wind aan aangestoken. Ik dacht, dat kan alleen maar mannen zijn. Ik moest zo lachen. En ik moest heel erg lachen. En toen hoorde ik ineens... piep. Ik dacht, heb ik mijn eigen nou doodgelachen? Dacht ik. Ja, ik ben ook nog nooit dood geweest. Ik weet ook niet hoe dat eruit ziet. Maar had ik zo gelachen, had ik die doppen losgeschoten. Dus dat was het. Dat was mijn eerste bijna doodervaring. Ja. En ik was vroeger altijd heel erg... Ik was een heel gelukkig kindje. Ik kon zomaar op straat lopen. Of ik zat op school, of ik lag in bed. En dan ineens... Dan zo gelukkig dat er hier allemaal hertjes rondliep. Prr, prr, prr. En dan werd ik benauwd. Kom, wat geluk. Bijna niet meer ademen. En de cardioloog zei dat er chronische hartkloppingen waren. En dat ik nooit gelukkig ben geweest in mijn jeugd. Ik ben heel erg ongelukkig geweest, zei hij. Dus, nou ja, dus ik lag daar met de hartaanval. Ik heb medicijnen en nou ja, nou trek ik het misschien niet tot de gemiddelde leeftijd van een vrouw dat ze sterft. Dus nu zegt de cardioloog, we moeten het Rosetto-effect bij jou in werk stellen. Kent u het Rosetto-effect? Heel snel. In het jaar 1850 zijn een heel groep Italianen uit dorpje Rosetto vertrokken naar Amerika, Pennsylvania, onder New York, hebben daar een dorpje Rosetto gemaakt. En daar, 100 jaar later, in 1950, bleek niemand te overlijden aan ziektes. Iedereen overleed aan ouderdom. En zijn ze gaan onderzoeken. En toen bleek dat zij ook vet aten. Bleh, bleh, bleh. Echt heel veel vet. Er waren ze ook dik, heel veel. Daar dronken ze, maar hadden ze zo'n heel gezellige dronk. Bleh, bleh. Niemand had een chagrijnige kater. Daar rookten ze tabak, maar echt zwart. Dat nicotine droop zo. Moesten ze emmers meenemen zo. Dat het zo erin droop. Eerlijk waar. Maar niemand overleed, niet aan de nicotine, niet aan diabetes of wat voor aan het hart, et cetera, zijn ze gaan onderzoeken. En wat bleek nou? Die mensen, die gingen gewoon heel goed met elkaar om. Die waren betrokken bij elkaar, die zagen elkaar. Die hadden 3 generaties in huis. Zij deelden succes. Als iemand heel succesvol was, dat was voor iedereen. Wij zeggen in Nederland, die grote directeur, oh no, it's so lonely on the top. Weet je wel, zo alleen. Ja, als je alleen omhoog klimt, ja, dan is het lonely on the top. Maar in Rosetto namen ze elkaar mee naar boven. Oké, kwaliteit wat minder, maar het was wel een stuk gezelliger. En daarom, hè, mijn groot verenigingsleven, bleven zij zo gezond. Dus mijn cardioloog zei dat ik wat socialer moet opstellen en dan zou ik het misschien wel redden tot de 73, had hij gezegd. En vandaar dat ik nou dus het kerstdiner organiseer thuis. En ik deel mijn succes met mijn broers en zussen. Dat valt nog niet mee. En de cardioloog zei tegen mij ook, en als extra tool geef ik mee elke dag iets goeds doen voor iemand anders. Dan ben je betrokken en dan zie je ze. Dus, hoe zit het met jullie? Hebben jullie vandaag al iets goeds gedaan voor iemand anders? Mag ik jou eens vragen? Jij ziet er wel heel lief uit. Heb je al iets liefs gedaan, iets goeds voor iemand anders? Vandaag, ja? Wat heb je gedaan? Je bent gaan werken. Oh, is dat voor niks, dat werken? Bijna voor niks, dat vind jij. Je vindt dat je meer verdient. Ja, dat vind jij, hè. Ja, nou ja, het is iets voor iemand anders, maar krijg betaald. Dan vind ik dat toch niet meetellen. Hoe heet je? Marianne. En u, mevrouw, daarachter. Heb u vandaag al iets goeds gedaan voor iemand anders? Ja, wat heb u gedaan? Je bent lekker wist te sporten. Je dacht, dan zie ik er leuk uit voor de anderen. En dat is het goede doel. En hoe heet u? Francine. Marianne en Francine, ik denk niet dat dit heel sociaal is. Ik denk niet dat je hier dagenlang van gaat leven. Ja?
Is het een idee, want ik wil jullie graag ook meenemen tot de 73 of beyond. Als jullie voor ons allemaal koffie gaat halen nu. Of in de pauze. Maar neem het mee. Dus als wij geen VGZ, CZ en al die ziekenfondsen niet meer willen gebruiken en voor willen betalen en al die rare wetten willen afschaffen, dan moeten we gewoon een stukje socialer worden. Kijk even naar elkaar. Naar elkaar, kijk maar. Dat is wel vies, denk ik, naar mensen kijken. Maar doe dat toch maar. Kijk naar elkaar. Ja? En wens elkaar een sociaal 2015. Halleluja. Ja. Er komt Nassie. Nassie? Nee, Nassie. Wacht even. Nassie, nee. Luister. Kom, ja. Nassie. Nassie is dezelfde familie als Bami. Nee, ik wil het ook nog even zeggen. Nassie is zo lang. Waarom het zoveel moeite is om een klein bordje risotto klaar te maken. Hé, als wij nou eens heel veel sketches, liedjes en dat soort dingen doen, dan hoeven we ook niet zoveel te zeggen. Ik kan ook geen ruzie krijgen. Ik vind sketches leuk. Bij ons een Zwarte Pieten discussie in de familie vallen dooien, hè? Zal ik over het hebben? Want ik heb een liedje geschreven, een vergeefliedje, en als ik dat zing, gaat mijn hartslag met 10 per minuut omlaag. Dat is wel heel erg goed. Dat wil ik doen. En tante Bets, ome Fons en ome Jos, die hebben beloofd om het jaaroverzicht te doen. Op het Bengske? Op het Bengske. Die komen ook. Ja, vind ik leuk. Zal ik een dansje doen? Ons Christel zit op dansles. Ja. Leuk. We hebben wel geen kerstliedje, maar ik dacht, kan ik samen met Sanne en Danny, kunnen we met z'n drieën doen. En het was deze, let op, hè. Was een... I'm too sexy for my love, too sexy for my love, too sexy for me. Zoiets? Daar kunnen we mee afsluiten misschien. Daar hoeven wij dan niet bij te zijn. Nee, hè? Daar hoeven wij niet bij te zijn. Nee, daar hoeven jullie niet bij te zijn. Nee. Nol, wil jij voor ons moeder dan Suzanne zingen? Ik weet niet of je het ziet. Dat is Nol Havens van VOF de Kunst. Maar omdat hij zo oud is geworden, kan het zijn dat hij dat niet doet. Maar zing het helemaal niet. Kom op, Nol. Jawel, zing dat voor ons moeder. Kom op, Suzanne. Ja, waarom zou ik binnen mijn eigen familie een liedje gaan zingen? Dat is het enige liedje wat moeder nog kent. Ja. Ja, nou en? We kunnen toch ook iets anders doen? Nee, maar kerstlied. Dit kunnen goed de laatste feestdagen zijn, hoor. Hé, het is al 10 jaar de laatste kerst. Ja, ik heb een idee voor een thema. Goed doen, doe goed, goed doen. Goed doen, goed doen, goed doen, goed doen. Goed, goed doen. Goed of zo doen, doe goed, goed doen. Gewoon maar goed doen. Goed, ja. Oké. Zoiets. En in dat kader past dat liedje voor ons moeder heel erg goed, Suzanne. Dat is jouw goed ding dan? Dat is jouw goede doel. Heb jij zelf al iets goeds gedaan dan? Ik doe ieder jaar iets voor het goede doel. Oh, ja? Ons Christel is de roze pitchpoes bij de Alpe d'Huez. Karin, daar noemen ze daar roze vlek. Daar heet haar roze vlek. Ons Christel, die staat daar bij de finish en die schreeuwt iedereen over de finish heen in het roze. Kom maar over vertellen. Ja. Wie van jullie heeft hem gefietst? Gelopen? Daar, linksboven. Op tv gezien? Nee, daar linksboven zit iemand. Oh, wanneer heb je hem gefietst? Ach, wat leuk. Heb je hem gezien? Ja, dat kan niet anders, hè. Nee, als dit lichaam in het roze is. Ja. Dat, en dan aan die finish. Moet zal maar even ik even vertellen voor de mensen die het niet kennen? Dat is goed. Even wachten. Moet jij opzij gaan staan, want ik ben de ster. Voor de mensen die niet weten waar de Alpe d'Huez is. De Alpe d'Huez is ergens begin juni. En dan fietsen er heel veel Nederlanders de Alp op om geld in te zamelen voor het KWF. En iedereen fietst daar met zijn eigen verhaal. En ik sta dan aan de finish, joel en juich iedereen binnen. En zo was er bijvoorbeeld een man met een t-shirt. Op de t-shirt stond zijn overleden kind, zijn dochter. En hij komt aan de finish, trekt zijn t-shirt recht. Wijst naar boven, slaat hem kruis en gaat huilend de finish over. Dan moet ik wel even slikken. En het heftigste, en ik weet niet of dat in jouw jaar was, maar er was een tandem. En er zat voorop zat een man en achterop hing zo'n wagentje met een kind erin. En het midden was leeg. En er hing alleen maar een foto met de tekst erop. Hier had mama moeten zitten. Nou, dan is het even slikken aan die finish. Hey, het is cabaret. Gek. Ik zeg je brengt het naar een nulpunt. Idioot. Ik zeg toch maar... Wij hebben toch geen kanker gehad zelf? Ja, maar het is jou heel vaak toegewenst. Is nooit beklijfd, hoor.
nooit bekleid. Maar ik zat net in de maag, want het is ook heel mooi en het is heel fijn. En met z'n allen daar zijn en delen geven. Blablabla. Eerlijk zijn, geven. Het is voor jou één groot voorspel. Nee, daar is het nooit om begonnen. Het is voor jou één groot voorspel. Nee, het is niet om begonnen. Nee, dat is een soort bijwerking. Maar die 5 jaar daarna of die 6 was voor jou een voorspel. Ook ja, maar vertellen. Het is een soort bijwerking. Ja, bijwerking. Dag, hoofdwerking. Nee, ja, nou, ik kan er wel even heel kort uitleggen. Wat gebeurt er? Er zijn heel veel mannen die fietsen. Heel veel. En wat gebeurt er als mannen hard werken? Maar echt hard werken. En die berg op 21 bochten is gruwelijk hard werken. En wat gebeurt er dan met mannen? Dan gaan ze zweten. Stinken. Zweten. Stinken. Zweten. En als ik iets lekker vind, is het mannenzweet. En dan daar versen met die feromonen erin. Oh, dat vind ik zo lekker. Dus dan komen die mannen bij de finish. Dan komen ze zeiknat aan, want dan zijn ze er bijna. En dan, oh, dan sta ik al te wachten, hè. En de meeste mannen geven even een high five. Splash. En heel veel mannen stappen even af. En dan zijn ze bij die finish, stappen ze af. En dan hebben ze zo'n strak pak gedaan, kende daar zo'n fiets. En dan komen ze, dan sta ik al met mijn handen open. En denk ik, kom maar deze kant op. En dan komt er zo'n natte man en die pak ik dan en die duw ik lekker tegen me aan. En dan hoor ik in mijn rechteroor, hoor ik zijn hartslag tekeer gaan als een kolibri. En in mijn linkeroor hoor ik hem hijgen als Lassie die net op tijd de trein gehaald heeft. En dan denk ik bij mezelf, dit is een win-win situatie. Dus. Ga zitten. Zit. Dus Nol, nou jouw goede doel. Precies. Jouw goede doel ga jij nu zingen. Suzanne. Ja, we kunnen toch ook een ander liedje doen? Ik weet die tekst niet meer. Zult lang alleen allemaal. Oh, dat maakt niet uit. Want wij hebben hem. Ja, en omdat het al echt heel lang geleden is, 30 jaar of zo of langer. Ja. En toen zat hij met een jong meisje en in de bank. Dus dat vonden wij nou onhygiënisch worden, als je dan nog zou zingen. We hebben het wel aangepast. Het is niet meer... Oh, Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Dat is het niet meer. Het is Suzanne. Ik word stapelgek van jou. Het is één woord, maar heel anders. Het is een nuanceverschil. Subtiel verschil. Subtiel, hè? Hier begint hij. Hetzelfde ritme. Dus deze is het nou? Ja. Oké. Okay. Hallo lieve mensen, zijn we er allemaal klaar voor? Hé, hey, doe normaal. Dit is niet de sterren Nieuwkuik. Hey, doe ik altijd, hè? Doe ik altijd. Geen dit is Karenburenspubliek, hè? Theater Tilburg. Hij is intelligent, moet zien zitten. Nou, de eerste rij dan niet, maar daarachter. Zitten samen in de kamer. De tv staat veel te hard. Er is niets meer te bepraten. Al heb ik zoveel op mijn hart. Een prachtig huis, maar altijd mond. Echt niet. Dit huwelijk is al lang kapot. Ik doe wel een dansje. Hey, Carla. Suzanne. 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 Ik was stapelgek van jou. Ik schaap een keel, ik ga het zeggen. Ik wil verder zonder jou. Dit keer gaat het echt gebeuren. Ik zeg een dikke vette ciao. En opeens gaat haar telefoon. Doorzingen. Het is haar moeder aan de andere kant van de lijn. Want de pit... Want, ja, daar staat er. Want de pitloze druiven zijn in de bonus bij de Albert Heijn. We heten dat hij in godsheemsnaam mee te maken. En ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom? Suzanne. 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 Ik was stapelgek. Ga maar weer opnieuw beginnen. Ik raap mijn moed weer bij elkaar. Ik zoek naar mijn eerste zinnen. En dan streelt ze door mijn haar. Ze vraagt wat jij nou zo dun.
Dat vinden ze leuk, hè? Vinden wij zelf heel leuk. En ik denk, nee, jij ziet er nog goed uit. Suzanne, 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 ik was tamelijk van jou. We zitten nog steeds in de kamer met de tv op RTL. Het zal toch echt moeten gebeuren. Morgenavond zeg ik het wel. Ze zegt ik ga maar eens naar bed. Ze zegt kunde gijf. Ja, doe maar. Kunde gij vocht niet op werk poepen. En jij zegt? En ik zeg, ja, ja. Suzanne, oh, oh, oh. Suzanne, oh, oh, oh. Suzanne, ik was daarvoor gek van jou. En nou jullie, hè? Suzanne, oh, oh, oh. Suzanne, oh, oh, oh. Suzanne, ik was daarvoor gek van jou. Heel goed, man. Nou, die kunnen we doen, hè? Ja, die gaan we doen. Die gaan we doen. Zet hierbij. Sketchje. Ik ga iets voorlezen. Even kijken. Nee, Milzanja weer. Ik doe niks. Ja, daar ben ik weer even. Want kijk, ik wil die vertellendonator wel meenemen. Maar daar kan ik niet stapelen. Dus dan moet ik op de achterbank, zet ik al die borden dan neer. Ja, maar dan moet iemand anders ons moeder ophalen. Want ik krijg niet ons moeder in die auto met die vertellendonator erbij. Gewoon wegduwen, ik heb het al gedaan. Ik dacht, hoe hebben wij altijd kerst gevierd vroeger toen ik klein was? Ik heb dat verdrongen op een of andere manier. Ik ben al mijn dagboeken erbij gaan halen. En ik heb hier een vlag gevonden. En dat was kerstvakantie, 24 december 1972. Onze ome chef duwde ons Christel en mij keihard naar buiten toen hij met een heleboel dekens naar buiten ging. Toen zeiden wij nog tegen hem, hey, doe eens niet wat je doet, het sneeuwt buiten al, ome chef. Maar daar trok hij zich niks van aan. Geen wonder dat hij geen verkering heeft. Opgeduveld, zei hij toen, en liep hij gewoon door naar het busje dat op de stoep voor ons huis stond. Kelt de dekens erin en liep gewoon het huis weer in naar boven. Rondom het busje waren wat kinderen uit de buurt komen te staan en ik deed net alsof ik ze niet zag. Zo. Intussen was ons pap met een kastje naar beneden gekomen en zei hij dat we vanaf de stoep alles maar in de gaten moeten houden. Maar ik moet van ons mam opletten dat u de pick-up niet meeneemt, had ik tegen hem gezegd gehad. Als je nou niet heel snel daar buiten gaat staan, dan neem ik die pick-up mee, snauwde hij. Nou, dacht ik bij mijn eigen, die is ook vriendelijker geweest. Ik ben toen meteen naar het raam van de buurvrouw gegaan en ik koekeloerde naar binnen en zag toen buurvrouw Sontrop en ons moeder met ons dree daar aan de tafel zitten. En ons dree is nog geen twee, maar ik zweer het dat hij zijn best deed om in de borsten van de buurvrouw te kijken. Kan ook zijn dat hij heel erg veel dorst had. En ons moeders nek en gezicht zaten helemaal onder de rode vlekken en buurvrouw Sontrop keek heel erg bang. Arme, arme buurvrouw Sontrop. Het is altijd zo rustig en netjes bij haar. En hun kerstboom die staat recht. En hun stoep is altijd sneeuwvrij. En ze hebben echte servetten bij het eten. En wij hebben tafelzeil om ons mond af te doen. En ik hield mijn handen als een toeter voor mijn mond en drukte die tegen het raam en riep, mam, mag ik ons papa ook van de stoep af in de gaten houden? En het raam bevriesde meteen en ze knikte snel zo. Ik denk dat mijn moeder blij is als ons pap eindelijk is vertrokken. Hoe vaak heeft ze het niet gezegd? De mooiste dag van je leven zou je trouwdag zijn. Nou, mijn mooiste dag is wanneer hij opkraamt, aftijdt of optieft. Dat zei ze ook wel eens. Ja. En die allermooiste dag duurde wel lang, want ze had beloofd als hij weg was pannenkoeken te bakken. Hé, pap, gaat dit nog lang duren, had ik hem gevraagd gehad. Hij zei, wil jij mij ook al weg hebben? En daar had ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Maar als ik er zo over nadenk, denk ik van ja, dat vind ik toch wel fijner. Dan is er ook niet zoveel ruzie in huis. En dan zijn er ook meer gehaktbollen voor ons.
gaan jullie verhuizen? Vroeg Erik de snottebel die bij het busje stond. Ik zeg, nee, wij niet, alleen ons pap gaat verhuizen, zei ik. Maar meteen batst ons aan je eroverheen. Nee, wij gaan niet verhuizen, wij krijgen nieuwe meubels. Hoezo krijgen wij nieuwe meubels? En ze trekt me keihard aan mijn mouw de gang in en keek me heel streng aan. En ze zegt, je mag nooit, maar je mag dan ook nooit, nooit zeggen dat ons pap hier niet meer woont. Begrepen? En ze spuugt er een beetje bij, maar daar zeg ik niks van. Want Ozanja is ouder en sterker dan ik. Ik kan wel harder rennen dan Ozanja, want zij heeft van die hele rare X-benen. En als zij rent, altijd rent ze met zo'n vertraging. Zo. En nu is het glad buiten en ben ik al de hele morgen bang dat die onderbenen naar de buitenkant zou wegglijden. Zo klabaf. Is een hele lichaamsetage lager. En ze gaat na de zomer naar de MAVO. Ze kan wel VWO, maar als moeder vindt 4 jaar middelbare school genoeg voor een meisje. En ons Nol heeft de hele morgen verderop in de straat tegen een lantaarnpaal staan te janken. En onze oom chef probeerde het busje dicht te klappen, maar dat lukte niet goed. Hij is toen zo met zijn dikke buik op de klep gaan hangen. Toen hoorden we iets kraken en toen ging het busje wel dicht. En ons pap geeft ons mam altijd een kusje als hij gaat, maar vandaag was hij dat denk ik vergeten. En hij knikte wel zo naar ons Nol. En toen kwam hij op mij af. En ik dacht dat hij me een lel wilde geven, omdat hij voor mij de cup niet mocht meenemen. En ik dook al zo half weg. Maar hij duwde iets in mijn handen. Hier, zegt hij als aandenken. En weg was hij. En ik kijk in mijn handen. Wow, zijn kunstgebit. Wow. Man. Boven en onder. Origineel. Oh. Ik denk dat hij wil dat wij hem herinneren hoe mooi zijn tanden waren. Ja, of ze pasten misschien meer in, niet meer in het busje, maar dat lijkt me sterk, denk ik dan. Karin, ja? Ik skype als Anja even voor de tafel schikken. Even de tafel schikken, anders kunnen we niet verder. Ja, even gauw, want ik zit net in goede tijden. Nee, dat kan niet, Anja. Dat is al afgelopen. Begint om 8 uur, dat is al lang afgelopen. Wat ben je aan het kijken, Anja? Anja? Is de uitzending gemist? Ja, zet kan... hem dan op pauze. Dat weet ze niet hoe dat moet. Ja, dat weet ik niet hoe dat moet. Luister, wij willen even weten, ben jij met de kerst al gescheiden in verband met de tafelschikking? Dat weet ik niet. Dan moet ik even met mijn advocaat overleggen. Dan weet ik jou over een dag of 3 te vertellen. Is dat goed? Ja, maar wil even snel laten weten. Want anders kun je Gelano toch mee aan de grote mensentafel. Tenminste, als je dan al gescheiden bent. Ja? Ah, ja? Hoppatee. We zijn er. Ome Jos. Ja? Ome Jos. Ja? Jullie bent pas na de pauze aan de beurt. Ga eens terug. Oh, man. Na de pauze. Ik kreeg trouwens een heel mooi feestberichtje van onze Trudy. Moet ik even delen over scheiding gesproken. Dus daar is een scheiding kent nooit winnaars, alleen 2 verliezers. Mooi, hè? En dan moet zij zeggen, zij is heel goed gescheiden. Ze heeft de baan kunnen opzeggen. Niet zo jaloers, hè, Karin? Dat is niet waar. Ach, dat is toch waar? Kom op. Weet hoeveel alimentatie dat die heeft? Die hoeft niks meer te doen in haar leven. Nee, maar Rosetto is dat je haar gunt. Dus dat is belangrijk voor jouw hart. En trouwens, niet zo jaloers omdat wij iets slechter gescheiden zijn. En dan ben jij er nog goed vanaf gekomen. Weet je nog die kerstkaart die ik... Zal ik vertellen? We zitten in Tilburg, hang gerust. Zij was net gescheiden. Ja? Maar echt net, hè? Ze was nog nat van scheiden, zeg maar. Zo, hè? Zij leert iemand kennen, ook net gescheiden. Helemaal blij, helemaal gelukkig. Vlinders kent haar wel. Helemaal new love, weet je wel. Maar zijn ex-vrouw was daar niet zo blij mee. Die werd... En toen kreeg zij een kerstkaart. Ja. En op die kerstkaart, daar stond niet... Huisje, boompje, beestje, maak met kerst maar een leuk feestje. Nee, dat daar stond er niet op. Er stond ook niet op, gefeliciteerd voor het nieuwe paar. Gaan we lekker knuffelen met kerst nee, met elkaar. Nee, stond er ook stond niet er ook niet op. Er stond ook niet op, jullie favoriete plek is om mekaars nek. Daar nee, stond er ook niet stond op. Er ook niet op. Nee, wat stond er wel op? Nee, bij mensen stond erop, ik hoop dat gelul eraf neukt bij die dikke, vieze, vette, tyfe, snol het schijndel. Subtiel. En dat rijmt niet eens. Ja. Maar ik heb wel een kaartje teruggestuurd. Nee. Ja, ik heb een kaartje teruggestuurd. Heb ik opgezet. Vergeven doe je voor jezelf. Zolang je boos blijft, laat je de ander winnen. Oh. Groetjes, een winnares. Nee, dat is ook niet Rosetto dan. Dan zet je niet winnares eronder.
Dan houd ik gewoon bij daar. Nee, maar ja, je kunt niet altijd Rosetto zijn. Hè? Ik heb het echt heel erg zwaar gehad, hè, afgelopen januari. Want toen viel de postcode loterij in Nune bij haar in de straat. Oh, dat wist ik niet. En zij had geen lot gekocht. Toen heb ik nog even een kaartje gestuurd. Heb ik opgezet. Het gras lijkt altijd groener bij de buren. En in jouw geval is dat ook zo. Dat is niet Rosetto, maar gruwelijk lekker. Ja. Dus. Dat is niet leuk. Tafelschikking. Ja, tafelschikking. Ik dacht dat ik dit jaar gewoon een keer langs onze Frans zou kunnen gaan zitten. Wacht even, maar had jij niet gezegd... had jij nou iets van verkering? Of ja. Oh ja, kan ik dan niet... Zit je nou verkeering? Nou maar ja, dat nee, kan niet, nee, kijk, nee, dat moet je zo zien. Ik heb kennis. Waar gaat tegen mij en ik heb verkeering? Nee, ik heb een match. Waarmee? Met Tinder. Ja, ken je Tinder? Nee. Tinder, dat is een gratis applicatie. Die kun je downloaden op je smartphone via de Google Play Store. En dat is heel leuk. Daar zet je dan een foto van jezelf op. En wat informatie over jezelf. En zo kun je door die foto's heen scrollen. En als je dan iemand visueel heel leuk vindt om te zien... dan kun je die een yes of een no geven door naar links of naar rechts te swipen. Oh, hoeveel mensen mee? Heel veel, jazeker. Ja. Had jij daar die RSI-hand van? het is inderdaad nogal arbeidsintensief, moet ik zeggen. Ik heb er flink op los geswiped. Maar ik heb dus een match. Ik had namelijk een profiel voor mezelf aangemaakt. Ik had er een mooie foto van mezelf opgezet. Heb je dan? Ja, een mooie foto van je? Ja, ik heb er een heel mooie foto opgezet. En ik had erbij gezet wat mijn hobby's zijn. Aquarium houden, modelbouw, poppen maken van papier-maché. Oh ja, dat is lekker gel. En ik had dus een reactie van een leuke dame, wie hobby onder andere was het maken van lange strandwandelingen. Oh. Nou, hartstikke leuk, lange strandwandelingen maken. Een vraag die alleen bij mij dan als vanzelf rijst is, hoe lang is zo'n strandwandeling dan? En ik moet erbij opmerken dat ik toch een uurtje of anderhalf à twee van het strand rijden afwoon. En dat loopt in de papieren natuurlijk. Ga ik met mijn eigen vervoer, ga ik met het openbaar vervoer? Ik moet zeggen dat het openbaar vervoer mij niet erg aanspreekt. Omdat ik een beetje nerveus word van het wachten op die perrons en zo. En die vertrektijden, daar moet ik niet veel van hebben. Dus ik ben genoodzaakt om met mijn eigen auto te gaan. Vind ik lastig, want ja, ik bedoel, ja, wat reken ik daarvoor dan het fiscaal gangbare 19 cent per kilometer? En waar kan ik het declareren? Doen we 50-50, hoe moet ik dat zien? Dat zijn van die dingen die ik dus ga bespreken. Want ik ben van mening, als je nader tot elkaar wilt komen binnen het relationele gebeuren, wat doe je dan? Ga je met elkaar rond de tafel zitten om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Enfin, zo heen en weer chattende kwamen we al gauw op het volgende, toch iets wat heikele onderwerp binnen het relationele gebeuren. En dat is dat stukje erotiek, dat stukje seksualiteit. We kunnen hem niet wegduwen. Dat zijn van die dingen waarvan ik vind dat je die toch bespreekbaar moet maken. Zo ben ik bijvoorbeeld van mening, tijdens de coitus gaat de mobiele telefoon uit. Dat is een kostenbesparende maatregel. Dat is ook beter voor een stukje rust binnen het relationele gebeuren. En zo bleek al snel dat deze dame, met wie ik dus een match heb, een sterke voorkeur vertoonde voor naspel. Naspel, dat wil zeggen dat je na het paringsgebeuren in elkaars armen blijft liggen om een of andere reden. Nou, ik ben best bereid zo'n vrouw daar een plezier mee te doen. Want ik ben van mening dat je ook inschikkelijk moet zijn. En wat doe je als je op het relationele vlak nader tot elkaar wilt komen? Ga je met elkaar rond de tafel zitten om tot een consensus te komen. Afijn. Komt ze nou mee of niet? Ik moet zeggen dat ik al geruime tijd niets meer van haar gehoord heb. Hé, hey, die komt dus gewoon alleen, hè? Ja, hey, Frans, ik vind dat jij maar moeilijk doet, jongen. Waar zeg je? Dat hij allemaal maar moeilijk doet. Want? Ja, ik zeg altijd gewoon, hé, hey, vrouw, ik als gezien heb, je weet hem te hangen. We gaan pauze. Laat maar pauze. Hé, hey, wacht nou eens even. Ik heb ook een liedje geschreven. Ik heb een brief en daar heb ik een liedje van gemaakt. Voor die slachtoffer, voor die vrouw van de slachtoffer, van de akkefietje. Hey. Dat is een sorry liedje. Dat is een sorry liedje. Dat is een net liedje. Dat is een heel net liedje, ik ben veranderd. Oh ja? Zitten daar lichaamsdelen in? Nauwelijks. Zijn ze aangekleed? Vrij interpreteerbaar. Nou, kom op dan. Nou, oké. Ik vind het wel mooi. Ik schrijf deze brief, mevrouw Jansen, vanuit mijn cel met een hart vol spijt. Dat ik jou je droomgezin heb ontnomen. Die last die draag ik vol zelfverwijt.
Ja, ik was nog jong en onbezonnen, een handelaar in het gestolen goed. Ja, van Betamax, VHS en Video 2000. En die slechtlopende loges, ach, dat liep toch zo goed. Ja, het ging me toen behoorlijk voor de wind. En ik dacht dat niets me van die troon zou kunnen stoten. Tot die avond dat ik werd gegrepen door jouw man. En dat ik vluchtte en toen terug heb geschoten. Ja, ik heb mijn straf nu bijna uitgezeten. En ik wou dat het anders was gegaan. Ik mikte toch echt op zijn benen. Maar ik schoot zijn ballen naar de maan. Het kind dat jullie nooit hebben kunnen krijgen. En dat je man uit schaamte bij je weg is gegaan. Ja, dat die kogel toch zo zijn beloop heeft gekregen. Op jouw eenzaam en triest bestaan. Maar mevrouw Jansen, binnenkort kom ik weer vrij. En ik voel me opperbest. En ik ben blij dat ik alles achter me heb kunnen laten. En dat ik mijn 6 kinderen weer zie met de kerst. PS. PS? PS als in een brief. Heel chic. Mooi. Mocht je ooit nog een eigen kindje willen. Om te aaien over zijn bol. Dan valt dat wel te regelen hoor. Maar je bent wel echt mijn type niet. Dus ik zal het vragen naar onze Nol. Ja. En dank u wel. Even kijken, het is hier zo donker en benauwd. Benauwd. Ik ben hier al geweest. Dus ja, ik zit tegen die meis ook. Waar zit jij? Ik zeg, jullie weten uw prijs ook. Want we waren jij kwijt voor die een bitterbal? 1,20 per stuk. 1,20 voor een bitterbal? Ja, dat geloofde niet. Terwijl ik vroeger... Kom deze kamer maar hier. 20 centen, weet je wel. Hier kunnen we even zitten. Voor een mal. Voor een mal. Krijg je niet 6 ballen dan voor 1,20? Nee, ik heb dan en dat goed gehuurd. Hier, ik heb... lekker dat je er niet net voor op zitten. Ja, toch. Dat is ook fijn. Dus je weet dat de prijs ook voor jou. Voor het eerst dat ik zit vandaag. Oh, meis. Oh, jij toch. Oh, jee, hier ben ik nog nooit geweest in deze grote zaal. Ja, ik kom hier ook niet dagelijks. Nee. Waar ben je aan het doen? Eentjes opvoeren. Gelijk paard de poelsbel, waar zit die jongen? Nou, heel snel dan. Wij zijn gevraagd door Skaat en Christels, Frans, als Nols, Dree. Of wij hier het oude jaar even nou willen kijken hoe dat is geweest. Ja, nou, daar gaan we. Dan zijn we er ook zo vanaf. Kunnen we doe maar een beetje deur. Wat de deeltaxi die staat een beetje ik vat even met een puzzel, hè. Ja, dat is goed. Zit hier op een mondagavond. Waar zit er dan, En hadden ze ons niet voor de pauze kunnen plannen. Ja, dat doen de hoge heren allemaal, hè. Ja. Die beslissen. Dan gaan we. Januari. Joopie Dolman dood. Is die dood, ja? Ja, die is dood. Oh. Die is in zijn eigen spouw gestikt. Oh. Dat is lelijk. Dat is lelijk, ja. Die was gewoon biljarten. Het was gezellig en leuk, ja. Nou ja, voor dat je het weet. Ja. Ja. Je moet het niet zeggen. Maar dat is weinig al verloren dan. Ja. Kijk, wij gaan altijd een keer of 4, 5 gewoon mijn bejaardentehuis eten. Want we hoeven dat zelf niet te doen. Hou het schoon thuis. En voor weinig geld hebben we dan gegeten. Dat is met z'n drieën toch fijn om te doen. Yeah. Wat wij doen, de meeste van ons, als we beginnen, dan leggen we ons gebit even uit. Dat is beter voor de smaak. Ja, dat proeft het beter, hè. En dat is allemaal niet erg, maar Joopie Dome vergaat hè. Dus halverwege doet hij het uit en legt hij even zijn bord. En dan volk denkt hij dat hij in de badkamer is. Dan leed hij het in een glas van hem. Precies, hij heeft niet in de gaten. Klok, 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 klok. Dus dat was weinig onverloren. Weinig onverloren. Even kijken, werk nog meer hier. Burgemeester Vreeman van Groningen noemt aardbevingen nationale ramp. Nooit van Groningen, Groningen. Ja, daar is in onder Groningen zitten grote bellen mee gas. Bellen, En dan halen ze eruit. Yeah. En dan zit er niks meer in. En dan zakt Groningen in. Ja. Nou ja.
We zijn dan naar Noord geweest in Groningen. En we gaan er ook niet naartoe, ook niet. Naar Groningen. Nee, dus voor ons maag het inzakken. Ja. Dat snapte wel. We hebben te zoeken in Groningen. Ja, laten we eerlijk zijn. Hoe wet is dat nou, Groningen? Dat kan goed 3-4 uur rijden. Ja. Als het niet meer is. Ja. En dat is echt wet. En ja, als je mee de trein gaat, dan kost dat. Dat kost voor duur. Duur! Dat is eerlijk wat. Dat kost voor duur. Dat kunnen wij niet betalen. Allee, ja, altijd geer. Ons pensioen is verdampt. Dus wij wel voor, wij gaan wel mee de trein. Jawel, zo. En dan hoeven we volk niet te betalen. Nee. Want dan zitten we met z'n drieën neffen mekaar zo. En dan komt de conducteur. En dan kijken we met z'n drieën zo. En dan zeveren we erbij. En dan naait hij er tussenuit, die conducteur. Ja. Yeah. Los. Zo. Dus, even kijken, daar waren Groningen. Maar dan komen we niet naartoe. Nee, we moeten voorstellen, 3-4 uur onderweg. Stalen daar. Je kent toch geen man. Dus daar ga ik niet naartoe. Nee, dat moet niet naartoe. Even kijken. Al wok het dan, denk ik het nog niet. Februari. Daar ga ik niet naartoe. Nee. In februari waren de Olympische Spelen in Rusland. Ik ga niet naar Groningen. Nou. Ik zit bij Rusland nou. Opletten, Gollipop. Daar ga ik ook niet naartoe. Kijk, dat was de Olympische Spelen. En had ons Irene Wüst uit Gool had gewonnen. Hè? Yeah. Had een veugouden plakken. Ja, het komt hier uit de konterijen. Hè? Dus, yeah. Dat kan niet anders dan dat goeie binnen. Nee. Ja. Maar ja. En toen had Poetin haar een kusje gegeven. Had dat gezien gehad. Ja, maar die Poetin wist niet dat zij lesbisch waren. En goed teruggenaaid. Door Adam, denk ik dan. Ja, zij is lesbisch, ze heeft wel rood haar, maar ze is wel rood lesbisch. Toch, dan mag ik geren zien, hè, een lesbi. Dan mag jij geren zien, lesbisch, geren. Ja. Dan mag je homo niet. Nee, kijk, homoseksualiteit, daar heb ik een klein beetje moeite mee. Ja. Jij ziet nooit. Ja, hij denkt in plotjes, hè? Ja. Ja, dat ziet zelf maar voor. Wat wil jij zeggen? Ja, ik kom er niet uit. Hoor het niet. Hier, een lekker nijm in een ku. Ach wel, nee. Dat is paast een, nee, dat is een kwata. Oh ja, kwata, ja. Zo. Even kijken. Even ja, maart. Yeah. Rooike donders mee zijn een synthetische zooien. Mm. Oh, die ene van donders. Ja. Dat is een leuk manneke. Dat is een leuk manneke. Dat is ook een nomo, hè? Is er dat ook hier? Ja, maar dat zie je er niet aan. Oh. Oh, nee, ja, ja. Jij nee. Wat... Het waren er ook steeds meer ook, hè. Het is voor het echt een plaag. Ja, als paddenstoelen uit de grond. Ja, maar dat heeft wel zijn reden, hè. Ja. Kijk, in de natuur is niks zonder een reden. Kijk, we hebben overbevolking. Ja. Dus dan maakt God meer van dat soort homo's. Die kunnen geen kinderen krijgen. En dan heb je ook minder wereldbevolking. Daarom is dat. De natuur regelt zijn eigen. Is dat daarvoor gedaan? Ja. Nee, dan snap ik het. Toch? Ja, want wie wil er naar kinder? Nee, niemand. Wij niet. Nee, nee. Dan moet je toch niet aan denken. Baar. Niks aan. Maar Bets, wij hebben toch kinder? Ja, maar wij geven er niks om. Nee, dat is wel. Dat is wel. Nee, even kijken. April, de laatste traditionele koninginnendag. Yeah. Dat is ook wij, hè? Yeah. Dan komen zij niet meer naar ons toe. Nee. Dan moeten wij weer naar Hully toe. Yo. En dan zijn die twee blondjes, hè? Dan zijn we het wel, dat is die piloot en die stewardess met die jong binnen. Yeah. Dan kunnen wij naar Hully toe. Ja. Yeah. En zij stond er met de jong binnen. En die moeder van hem, Beatrix, die kwam altijd naar ons. Weet je dat nog? En zij hield vocht vast. Ze had van zon poten. Maar zij kwam wel. Dus dan moeten wij nou die jonge lui toe. Dag, dag, dag. Ja, nou, dag, dag. Night hem dan. Daar gaan wij niet naartoe dan. Daar gaan wij niet naartoe. Maar het komt ook op televisie ook. Ja, het komt op tv. Maar jij, daar kijken wij niet naar. Nee, kijken wij niet naar. Nee. Mei, Songfestival. Dat werd gewonnen in Oostenrijk. Oostenrijk? Ja. Daar komt trouwens ook niet veel goeds vandaan, hè? Hoezo? Het is een manneke met een snurken of met een vrouw met een baard.
Daar komt geen goeie geit vandaan uit Oostenrijk. En daarom ga ik er ook niet naartoe. Nee, dat ga ik niet, ook al zo willen. Dat ga... Kijk, Hulli en vooral hij, elke half uur moet hij plassen. Jij kunt moeilijk vragen aan die buschauffeur, stop weer. Voor dat je bent gestapt en gezeten, kun je nou weer worden stoppen, omdat hij alweer moet. Nee, dat doen ze en niet. Ik zei tegen hem ook, doe het dan een klein beetje in de stoel, lot op terug, doe er weer bij. Dat merkt niemand. Je bent de hele geen gemak praten. Maar dat is allemaal van de Skylair voor tot die stoelen. Hè? Ja, dus dat zorgt niet. Nee, dat zorgt niks. Je klettert er allemaal achter langs af. Ja, allemaal hier achter zo. En wij waren naar Tormelinos geweest met z'n drieën. En hij moest, dus hij doet. En dan kletterde allemaal zo naar beneden. Dan hadden die meisjes erachter hun tas dan met hun broekjes erin. Ja. Een hoop gezegd. Ik zeg, we zeg de allemaal, er zit toch in een bultje, gek. Ja. Yeah. Schud het af en haalt het eruit. We zijn nou. Ze hebben geen tolerantie meer. Ze zijn helemaal niet meer tolerant meer tegenwoordig. Vooral de jeugd niet. Even kijken. Ilse en Welen die hadden voor Nederland meegedaan. Met zo'n zeikliedje. Ja. En de meske die Ilse kende, hè? Zo'n heel mager Ilse, zo'n mager ding. Yeah. Zo geen bil, geen buik, geen tiet, geen kont, niks. Ja, ik zal er ook een gitaar voor houden dan. Zo. En dan hij met zo'n waterig bordje. Bij de omwaar zet het niet eens op, zo'n liedje. Nee. Kijk, vroeger, hè. Vroeger, toen hadden Mout en McNeil, weet je nog. En hij had zo'n bord. Die had een bord. En zij hadden gewonnen met dat Brabants liedje. How do? You do. You do. You do. We zitten. You do. Hè? You do. You do. Onze fonds is dement aan het worden. Hè? You do. We hebben dementie, die ook alweer? Vasculair. Ja, vasculair. Ja. En de dokter zei ook tegen mij, dat is het ergste wat je kunt hebben, mevrouw Van Laarhoven. Dat is echt... En dat heb ik dan weer, ik ben zo door het leven geslagen. Ja. En daarna mogen we geen wagen meer rijden. Nee, hebben we de wagen thuis uit moeten doen. Wij verwogen hadden we ook alweer. De Simca 2000. Ja. Heel schoon wagentje. Had niks geleden. We hebben ervoor gekregen. Eens kijken, €1,584,75. Ja. Staat nog benzine in, hè? Daar wil Gerrit ook terug hebben. Ja. En nou kunnen we er niet eens 3 elektrische fietsen voor kopen. Nee, want hoeveel moeten we bijleggen? €1,748,85. Ja. En wij hebben op de spaarrekening staan. Ja, best, dat weet ik zo niet uit mijn kop, hè? Dat is die dementie, hè? Dan ga ik gewoon al kapot. Dat geloof ik. Nou ja, even kijken. Juni. En wij hebben het eerste natuurbegrafenis bijgewoond. Oh ja. Weet je nog? Yeah. Wij gingen daar naartoe. We dachten, nooit gezien. We graven ze gat in de tuin. Daarna is ze dood nog in. Naar je dikker en bakteen deze. Kunnen we gewoon. Ja, dat doen wij niet meer. Dus daar gaan wij niet meer naartoe. Nee. En nou, ik moet eerlijk bekennen, ik heb al jaren de Dela niet meer betaald. Althans voor Hulli niet. En. Dus, nou, zijn zij al een gat aan het graven in de tuin. Nee, ik zeg net dat jullie zo'n schone vijver in de tuin aan het maken bent tegen de mensen. Dat klopt. Ja. Wij mogen Geren op begrafenissen gaan. Dat doen wij Geren, dat is gezellig. Fuck, weet wel, dat komen elkaar allemaal tegen. Maar laatste tijd is veel koffie en cake. Daar geven wij niet veel om. Dus wij doen alleen nog maar de goede begrafenissen. En dan moeten we weten, dat zijn die begrafenissen waar dan... degene die begraven wordt, van wet komt. Want dan weten, dan komen die meesten van wet. Die krijgen een buffetje, die zetten geen meer koffie en cake weg. Dus nou, stond er in de krant, en dat was in juni ook. In de krant stond dus iemand en die kwam met purmerend. Dat is wet, en we opgezocht. In de bosatlas was wet. Dus ik zeg, bingo, daar gaan wij naartoe. En dan weet je dat het hartstikke druk wordt, maar ik weet ook dat het een goed buffetje is. Maar als jij als eerst onder het buffetje wilt zijn, dan moet je eerst bij de kies zijn, eerst bij het buffetje. Maar hoe kom je het eerst bij de kies, moet jij zorgen dat je vooraan zit. Ja. Dus zij dan doen smergens vroeg, nemen ze 3 handdoeken mee en die leggen ze vooraan op de stoel. Ja.
Hebben wij goed gegeten? Ja. Bets. We hebben toch goed gegeten daar? Hebben we nog weer mee kunnen nemen? Weet jij trouwens wat erger is dan wintertenen? Wintertenen, nee, waar? Sneeuwballen. Hoe laat gaan we in deeltaks? Ja, die komt er zo om. We zijn bij jullie. Ik slot er echt wel over. Jullie, kermis. Nou, wij zijn de afgelopen 3 jaar zijn we op de Blauwe Zondag geweest. Ken de Blauwe Zondag? Ja, ja. Gijsje Franken geregeld. Gijsje van Jos en Connies. Dat is de dag voor autisten. Dan zijn er weinig lichtjes en weinig muziek. Wij kunnen gemak en rustig over de kern. Voor mij hoeft het niet, maar voor hun. Hebben het ook liever hij kan er nergens tegen. Zij wil overal in. Ik ga gaar in de Hooggatie of in de Mezenallen. Vind ik ook zo leuk, of in de Mezenallen. Of in een Destructor. Of in een Destructor. In de Epileptor. Of de Diarrhetis. Vind ik ook leuk. Daar heb ik mijn niet in. Nee. Hij vindt touwtje trekken al te snel gaan. Ja, precies. Zo hard zat. Ja. Als jij zo op je knieën blijft rijven, heb je direct 2 gaten, hè? Oh. Even kijken, augustus slong over. Dat was veel te warm om de kraan te lezen. Man. Heb ik alleen maar in mijn BH en onderbroek op de tuin gelegen. September. KLM, dat is van de vliegen. Kwartaalcijfers vielen tegen door de staking van de Franse piloten. Maar jij gaat toch niet in de vliegtuig? Nee. Hij schet al in zijn broek als ik hem op het olifantje bij de Jumbo zet. Nee, dat krijg je mij niet in. Die gaan voor het zo hoog, hè? Ja. Die gaan voor het hoog. Nee, dat krijg je hem niet in. Moeten maar ze mij vragen of ik in een vliegtuig ga. Fons. Ja? Krijgen we jou in een vliegtuig? Nee, dat krijg je mij niet in. Dat krijg je hem niet in. Dat even kijken, oktober, in. Zwarte Pieten discussie. Oh, yeah. Ja, nou ja, dat Zwarte Pieten gemouw. Hebben ook Sinterklaas gemouw gekregen. Weet je nog? Een paar weken geleden, die oudste van ons had verder een kleine Sinterklaas laten komen. Die Sinterklaas die altijd komt. Altijd dezelfde Sinterklaas, maar deze jaar was heel erg aangekomen. Zijn onderkin kwam gewoon dus in een bord heen. Zijn buik trok zijn rok omhoog, kon zo zijn benen zien. Nou ja, dat vrouw de weg, Dat was een cadeau hoor, Hij komt binnen, wij zingen, gewoon zoals altijd. Sinterklaas is aangekomen, En hier komt zijn staf doet huis heen en al. De cadeautjes komen we uit de tuin halen. Nou, en dan zeg Sinterklaas, zeg. Trouwens, niet mag. Maar Sinterklaas toch in de bisschop. Ja. En heet hij in de kleine op zijn schoot zitten. En dan zingen wij mee snellen. Hij komt. Dat kunnen we niet maken. Even kijken, Jan Gouder 1, november. Nationale actieweek tegen ebola. Is dat niet die ene van Donders uit de Sint-Jozefstraat? Je had toch een zus die hiette malaria? Ja. Ja, trouwens, Bets. In augustus, hè. Ja. Hebben wij nog een week in het ziekenhuis gelegen? Ja, hebben we nog een week in het ziekenhuis gelegen. Ja, voor onze prostaat. Ja, voor jullie prostaat, Maar ik ga niks om de prostaat. En ik ook niet. Nee, maar ik wou graag een week voor mijn eigen. Ja, dat is taxi, joh. En het busje met ons pap en onze spullen reed toen weg. En ons Nol rende keihard jankend achter de bus aan. En het was net een film. En ik zag het busje en ons Nol langzaam kleiner worden. En in mijn hoofd klonk het liedje van de clown van Ben Kramer. Hij was maar een clown. En toen verscheen er The End. En daarna ook Finn. Maar ik weet niet goed wat dat betekent. En het huis ziet er nu heel raar uit. Overal zijn lege plekken. Maar de pick-up staat er nog. Maar Swam is niet blij, want Spap heeft alle platen meegenomen. En ons mam ging toen de rest van de meubels alles verzetten. En wij mochten meedoen. En ons Nol kwam toen binnen met dikke jankogen. En zijn mouw was helemaal nat van de snot. Dat had ik echt wel gezien. En de kerstboom hebben we midden in de lege voorkamer gezet. Wel op een tafeltje, want anders pist onze Smoby er altijd tegenaan. En ik dacht, ik ga ons moeder opvrolijken. En ik deed het gebit in, maar allebei, dat lukte niet, want ik moest... En ons Christel pieste bijna in de broek van het lachen. En ik heb haar het ondergebit gegeven, maar dat deed ze bovenin.
En op mijn teken begonnen we tegen ons mam te praten. En je kon niet begrijpen wat we zeiden. En ik werd helemaal licht in mijn hoofd van blij. En ik wachtte op het keihard lachen van ons mam ook. En als ze gaat lachen, dan weten wij gewoon dat we een keileuke dag hebben. Maar vandaag gaat dat niet lukken. En ik zag haar gezicht en ik stopte snel. En ons Christel die kokhalzen nog vrolijk door toen ons moeder op ons afkwam. En hartige bitjes uit onze mond trokte. En ze gooide heel kwaad weg. Ik maak hem af, riep ze toen nog. En ik durfde niet te vragen, ben nog niet af was, want dan had ik echt wel willen helpen. Net toen ik me afvroeg waar ons Frans toch de hele dag was geweest, stond hij in de deuropening en kreeg de gebitten van ons pap tegen zijn kop. Ja, en ons Frans denkt dat hij daardoor zo mager is geworden. Ik heb ook nog een gedichtje geschreven. Hier. Zaterdagmiddag, tijd voor het vaste ritueel. Iedereen in bad en bij ons zijn dat er veel. Niemand wacht er op zijn beurt en de gekte is compleet. Als onze nol de straat op rent in zijn blote reet. De kamer wordt al zompig en het tapijt net een moeras. En ons moeder schopt ons af in een te grote regenjas. Ben ik aan de beurt? Is het water lauw en vies? Ik heb het zelf gezien, ons dree die heeft erin gepiest. Vanaf de rand, hè? En ik zat erin, hè? Ze zal zich elke dag wassen en haar ondergoed verschonen. Het is vakantie en we gaan voor het eerst naar zee. En onze oma chef zijn Dafke valt er allemaal nog niet mee. En het gepuzzel met al die jong en een lopse valse hond. En ik neem een slokske melk, maar het is in een grote klont. De Daf begint te schokken en oma chef stampt op de rem. Met mijn tanden in het dashboard en in mijn nek als moeders mem. Hey, Nighter. Begint de rook te stijgen en drupt er brandend teer. De zeekunde vergeet de Drunense duinen dan maar weer. Ach, buurvrouw Sontro, mag zij niet bij jou komen wonen? Oh, dat zou leuk zijn. Ze zal zich elke dag wassen en haar ondergoed verschonen. Ja, of we draaien het om, dan moeten we thuis ook altijd. Oh, buurvrouw Sontro. Dan dus laten wij al haar organen als ze doneren. Zondagmiddag vaste prik was de chaos weer compleet. Dan kwam heel de familie op zijn zondags aangekleed. En ook tante Anne en ome Jan, maar alle acht een jong. De buurt die stond te kijken, dat er allemaal naar binnen gong. Eerst maar aan de koffie en ik zoot daar voor het gut. Dan hardgekookte aaier, Jantjes kaas en zure prut. En als de snevel vloeide, dan ging het er vak op. Ome Ab die butste Piet van tante Sjaan voor zijn kop. Oh, buurvrouw Sontrop, mag zij niet bij jou komen wonen? Als Bruin dat niet kan trekken, dan lekker zelf wel weer bij. Of ruil me met jullie Stanny, dan maakt ons moeder heel erg blij. En ik zing en ik spring en ik blaf en ik kwispel als een hond. En ik eet eventueel ook van de grond. En ik stof en ik stop en ik veeg en ik dwel en ik doe dat met plezier. Maar alsjeblieft, buurvrouw Sontrop, haalt u mijn weg hier. Ik heb over jou in mijn dagboek geschreven. Wacht even.
Ja, sorry, ons einde. Echt leuk. Ja, nog heel even over de tafelschikking. Je kunt niet ons Gelano bij de kindjes zetten. En dan die Danny, want dan snap ik wel weer waar deze vandaan komt. Want dat is onze non natuurlijk. Dat is Carla, die wil haar Danny naar voren duwen. Nee, maar die is te jong. Dat kunnen ze tegenover ons Gelano niet maken. En tegenover men ook niet, vind ja, ik. Maar jullie Gelano past nog zo goed in het kinderstoeltje. Ja, dat is al erg genoeg. Dat is al erg genoeg. Dan moet ik tegen de manneke van 14 jaar zeggen dat hij niet bij de grote mensen mag zitten, omdat hij nog steeds in de kinderstoel past. Echt wegduwen. Als het dan niet erg genoeg is. Ja, houdoe. Houdoe. Ik heb echt over jou in mijn dagboek geschreven. Ja, natuurlijk. Jij staat ook in mijn dagboek. Ja, Karin. Wil ik weten? Ja? Wanneer is het? Ja, het was van 27 december 1972. Oh. Spa was net 3 dagen weg. Ja, leuk, hè? Kijk dan. Alweer heel lang geleden dat ik ons Christels dagboek heb gelezen. Ze is nog steeds verliefd op Benny. En ze had allemaal hartjes getekend en zijn naam wel 100 keer geschreven. Benny, 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 Inep, 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 Inep. Ik dacht, wat is dat nou? Maar dat is Benny achterstevoren. Zegt, zet ze in het dagboek, Benny, jij laat mijn hart lachen. Ja, en jij laat hullie pap hard lachen. Benny zei dat hij had gezegd dat als hij om ons Christel heen wilde lopen, hij brood mee moest nemen. En ik moest de hart van heel de wereld lachen. En ik viel toen gewoon op Benny's bed. En toen deed Benny ons Christel na. Toen moest ik ook keihard gillen van het lachen. Toen moest Benny ook heel erg lachen. Toen zijn we gaan tongen. Even kijken. Tafelschikking. Nee, Karin. Niet even kijken. Tafelschikking? Nee, niet tafelschikking. Ik ben Benny tegengekomen trouwens, hè, 5 maanden geleden. Oh. Ziet er heel goed uit. Echt heel goed uit. En hij is homo geworden. Dan geeft hij jou de schuld van. Dus. Kan tonic. Ja, dat kan jou wel iets. Ach, maar ik ben dat zo wel. Ach, en ook dat dik zijn. Hij moet om het Christel heen lopen met brood. Heel de wereld lijkt er meer moeite mee te hebben hoe ik eruit zie dan dat ik daar zelf heb. Ach, ik heb er helemaal geen moeite mee. Nee, ik heb er moeite dat mee. Is niet waar, dat heb ik nooit. Wel als jij bij mij in bed kwam te liggen, ja. Dan wel in ons eenpersoonsbedje. Of als ik langs de trap moet met jou, dan moet ik jou aanraken. Dat wil ik niet. Ja. Duidelijk. Ja. Oh, en ga je dan zo'n Rosetto cardioloog? Onze huisarts? Blech. Die hoezo? Nieuwe, dat is een akelig merk. Hebben wij een nieuwe? Ja, die oude is met pensioen. Nee. Ja, serieus. Nee, dat wist ik niet. Ja, we hebben nou een nieuwe. Ik ben daar naartoe geweest, maar ik had heel erg last van mijn enkel. Ja. Dus ja, ik kom daar. Die man, die kijkt me amper aan. En weet je wat ook heel raar is? Nee. Ik hoef hem eigenlijk helemaal niet uit te kleden. Bah. Maar ik had toch iets aan mijn enkel? Ik had iets aan mijn enkel. Normaal bij die andere voor een griepprik moest ik alles uitdoen. En hier kom ik voor mijn enkel, ik moest alles aanhouden. Heb jij in de spreekkamer met kleren aangestaan? Wat dat is raar. Echt waar. Maar ik zeg, nou, ik kom even voor mijn enkel. Geen oogcontact. Hij begint ineens allemaal rondjes om me heen te lopen, alsof hij me aan het opmeten is. Maakt een selfie. Met jou erbij? Met men erbij. Dan heet hij een onsie. Dat is toch raar? Hij zit achter zijn laptop en ineens kijkt hij me heel serieus aan. Met zo'n ingestudeerd, ik ga een heel slecht nieuwsgesprek houden. Ja, kende ja, dat? Ken ik, ja. Hij zegt, mevrouw De Laat, ik heb slecht nieuws voor u. U bent te dik. Dat wist jij nog niet. Maar denk er zelf, Karin. Ja, ik dacht dat. Maar denk er zelf. Dat ik ooit nagefloten word op straat. Ik word altijd nageroepen. En altijd uit de dierentuin. Zwijn, olifant, walvis, nijlpaard. Ik heb ook rondvaartboot een keer gehoord. Dat is niet uit de dierentuin, Karin. Nou, dat kan echt wel. In Berlijn hebben ze hele grote dierentuin. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Hij heeft daar gezegd. Zit weer een beetje te staren in zijn laptop. Kijkt ineens heel blij op. Ik denk, ja, ik heb iets gewonnen. Ik kijk nog om of dat kastol van de postcode loterij binnenkwam. Niks, geen serpentines, geen confetti, helemaal niks. Alleen een heel klein ballonnetje legt hij neer. Hij zegt, mevrouw De Laat, we kunnen uw gewicht op 2 manieren tackelen. Ja. Ik dacht, nou, doe maar niet, ik heb al 1 slechte enkel. Kan ik daar helemaal niet meer lopen. Ja. En hij zegt, ja, u kunt kiezen tussen een maagballon of een gastric bypass. Dat is een maagverkleining. En het goede nieuws is, u krijgt het nog vergoed ook. Waar heb je gekozen? Niks. Heb je nog niet gekozen? Nee. Weet je waar je moet kiezen? Nee. Die vergoeding.
Heb ik dan weer niet over nagedacht? Ja. Heb ik dan weer niet over nagedacht? Altijd mijn bellen. Maar ik had ook niet echt tijd om erover na te denken, want hij ging gewoon door. Hij zegt, ah, een paar kleine sneetjes, er stelt echt niks meer voor. Ik kan u verzekeren, er komt echt niks meer door. Dacht, nou, maak er een gedichtje van, of dat het dan leuker is. Het is raar, Karin, daar wil ik er even mee zeggen. Dat is ook. Het is, ik kom voor mijn enkel, ik kom daar niet voor. Hetzelfde als dat ik naar de winkel ga met een lekke band, ja, naar de fietsenmaker toe. En hij stuurt me naar buiten met een pak Tena Ladies en anti-roos shampoo. Dat is raar. Dat is heel dus raar. Ik ben kwaad geworden, Karin. Ja, dat geloof ik wel. Oh, en ik ben opgestaan. Ja? Ik ben naar hem toegelopen. Ben op hem gevallen? Nee, maar ik heb een bekant van achter zijn bureau uitgetrokken. Ik heb gezegd, moet eens goed luisteren. Klein, vies, misselijk, lelijk huisartsje dat je bent. Toen ik geboren werd, woog ik al 12 pond. En als moeder dacht, heb ik nou een baby of een plofkip? Serieus. En leuke kinderkleertjes heb ik nooit gehad. Nee, dat waren altijd vermaakte jurken van als oma. En wat ik het allerergste vind, geachte huisarts, ik heb nog nooit in heel mijn leven heb ik op een wip kunnen zitten. Nog nooit. Domme. Wel waar. Eén keer. Nou, niet gaan drama queen, hè? Ja, één keer, Karin, op schoolreisje. Ik aan de ene kant en heel de klas aan de andere kant. Dus ik zeg, ik heb daar best wel mee gezeten, maar de gerust weten is een beetje lastig als je opgroeit. Maar als ik zie hoe iedereen oud wordt, of je nou dik of dun bent, oud worden we allemaal en dan ziet het er toch... Ja, bedoel, ga eens even staan, Karin. Waarom? Ja, laat even zien. Wat? Ja, dat bedoel ik. Ga maar weer zitten. Als je ziet hoe mensen oud worden, maakt het niet uit hoe dat je eruit ziet. Dus ik zeg tegen hem, moet eens goed luisteren. Het is wat het is, schatje. Ik zit er niet meer mee. Want het is wat het is. En in mijn buik komt niet eens nee. Want ik ben breed inzetbaar. Ik hou iedereen uit de wind. In een volle auto mag ik altijd voorin zitten. Ik ben zo blij als een kind. Dus, huisartsje, ik ga het voor jou herhalen. Ik zit er niet meer mee. Het is wat het is. En ik ben fucking tevreden. Het is wat het is. Nee, want ik wil nou iets gaan vertellen. Ik kan er ook niks aan doen. Nog even zeggen dat jullie het weten. Wij doen geen kerstkaarten dit jaar. Nee, maar... Wij hebben besloten om het geld naar een goed doel te doen. Waarom? Heel goed. Nou, dat komt eigenlijk een beetje door ons kaart. Ik weet niet of jullie nog herinneren. Vorig jaar had ik hele mooie zelfgemaakte origami kaarten. Ja, en toen was ik bij jou kaart en toen wou ik mijn kauwgom weggooien. En toen lag mijn mooie kaart al bij jou in de vuilnisbak nog voordat het kerst was. Dus daar heeft me gekwetst, maar het best weten. En ik snapte er niet aan de niet geweest. Maar het heeft me aan denken gezet. Hoppakee. Wie heeft mijn actie niet pletten al getekend? Het gedaan? Goed zo. Goed zo. Jullie niet, hè? Nee. Ik zal het even uitleggen voor de rest. Ik kreeg een brief van het borstkankerbevolkingsonderzoek. Exact. Heel een vriendelijke brief. Groen logootje. Hallo, mevrouw Bruurs. Komt u even langs? Neemt u uw borsten mee? Lalalala. Ik daar naartoe. Je komt op een verlaten parkeerterrein ergens. Daar staat zo'n bunker Pepijn bodemverontreiniging-achtige bus staat daar. Dat is de borstenbus. Ik dacht, ik ga daar niet in. Maar het had me zo neergezet dat je nog net het kerkhof kon zien. Ik dacht, nou, laat dan toch maar doen. Had ze strategisch heel goed gedaan. Ik ga daar naar binnen. Ik dacht, dat is leuk. Er zit zo'n vrouw achter de balie. Wij hebben een borstenpraatje. Hallo, heb je borsten? Ja, ik heb ze hier. En nu aan de zijkant. Oh, wel leuk. Oh, die zijn heel anders. Nou, weet ik het. Iets leuks. Maar daar zit zo'n Bulgaarse man van die aangezichtsverlamming. Ja, zit ze zo. Ik zeg, nou, ga daar maar zitten. En ik ga er zitten liggen, libelletjes aangevreten door vrouwen zoals jullie. Die wisten wat er ging gebeuren. Ik was eindelijk aan de beurt. Zo'n hokje moest ik in. Zo'n klein hokje sta ik daar. Wordt dat hokje achter me opengetrokken. Staat die tweelingzus van die Bulgaarse aan de andere kant aangekomen. Zegt ze, ontkleed uw bovenlichaam maar. Ik zeg, nou, dat is vriendelijker tegen mijn gezicht. Ik doe dus wat zij zegt. Want ja, ze is in een witte schort. Dus
Ik ga naar binnen, zo een beetje netjes, zo preuterig. Staat daar een hele grote machine. Ik zeg, oh, wat mooie machine. Wat apart van kleur, welke kleur. Ik was als een puppy voor de eerste keer bij de dierenarts, hè, weet ik veel. Zegt zij tegen mij, leg hem maar op die glasplaat. Ik leg hem op die glasplaat. Natuurlijk koud, want het is voor vrouwen. Ben je gek, koude handen of glasplaten, we maken het uit. Allemaal niet belangrijk. Dat die BMW-stoelen van die mannen verwarmd zijn voor die reet, hè? Dat kan wel. Maar één glasplaatje voor ons. Of, ik leg hem erop. Ik dacht, nou ja, prima, maak maar foto's. Tatatatata, weet je wel. Nee, en nou komt het. Er komt nog een glasplaat van de bovenkant. En ze duwt je er zo tegenin. En dan begint ze te pompen. Of zo, hè? Zoiets doet ze. Ze gaat pompen. Pompen, 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 pompen. En die platen die komen naar elkaar. Maar echt, hè? Echt zo. Pletten, 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 pletten. Echt. Alsof ik een pizza... Nou, het was nog niet pizza, dat ik een cd deed. Twee vastgelopen remschuiven hing ik daar. Zij loopt daar weg, hè? Want zij moet achter zo'n muurtje gaan staan, want dat is röntgen. Zij staat achter de muurtje, zegt ze tegen mij, en niet weglopen, hè? En zij maakt die foto, zij komt terug, zegt ze, nou gaan we de andere doen. Zegt ze, alsof we in de Sound of Music zaten. En dan doet ze, pssst, en dan komt hij vrij. Ik was benieuwd of hij nog in zijn vorm zou terugschieten, want hij had er een gegeven. Oh man. Ik rijd naar huis en ik bel een vriendin van mij uit Amsterdam. Ik zeg, nou wat ik nou heb meegemaakt, gewoon middeleeuws, middeleeuws. Nog net niet door vier paarden zo op elkaar gerukt, weet je wel. Maar echt zo geplet. Dan zegt ze, oh nee, dat doen ze alleen nog maar in het zuiden. Omdat jullie boerinnen zijn. Eerlijk waar. Nou blijkt het, zeggen de professionals, dat dat pletten kan je het beste zien. Helemaal. Echo zou dan niet zo goed werken, et cetera. Maar dan denk ik, dan ben je aan het brainstormen, hè? Voor al een afschuwelijke ziekte. Hoe zullen we dat nou eens detecteren, weet je wel? Gaan we lekker pletten. Dat valt toch al in de brainstorm. Moeten wij je voorstellen, een hersentumor. Kom maar. We gaan hem pletten, belachelijk. Oh man, als je geen uitzaaiing hebt, dan hebben ze nou. En er zijn, ik weet, dus in Amsterdam, zij laten een echo doen door de Women Health Clinic of zo. En dan is gel, mag je zelf het kleurtje en het geurtje kiezen. En dan doen ze zo gel erop, la la la. Dan komt er een heel jong broedertje. Kom maar jong, ga maar zoeken. En er is nou ook een ademtest. Dan moet je zo... Door een pijpje, zo. En dan kunnen ze aan je adem zien of je borstkankerachtige cellen erin hebt. Ze kunnen ook zien of je rood staat. Dus wel even aanvullen. Maar dat was echt. En dan, maar je kan ook de ademtest doen zonder dat pijpje. En dan moet je je bovenlichaam ook ontbloten. Maar dan komt een hele grote blauw-zwarte neger achter jou staan. En die doet dan, ah! En dan doe je, ah! Nee, dat is niet waar. Dat heb ik geleerd. Maar dat zou het wel. Maar ik had gewoon blauw plek. Het leek wel of ik stuwingen had. Ik ken dat. Vong, 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 vong. En s'nachts, ik kon er gewoon niet van slapen. Ik heb het raam open gehad. Ik heb ze uit het raam gehangen. Even een nachtbriesje. Man, man, man. Oh. Kwam de buurman nog langs. Hè? De last van buurman. Ik zeg, oh, vandaag niet aankomen, buurman. Niet aankomen, zeg. Oh, man. Dus ik ben nou die actie begonnen, www.karenbruus/nipletten.nl. En dan mogen ook mannen tekenen. Als je ze allemaal aan iedereen tekent, leefde gewoon weer een paar uur langer. Want dan hadden iets gedaan voor iemand anders. Dus. Ja, briljant. Goeie actie, Karin. Goed, hè? Ik vind het een hele goede actie. Ja. Want ik denk wel dat als mannen zo'n... Oh, joh. Piemelbevolkingsonderzoek zouden we moeten doen. Dan zou het heel anders gaan, hè. Dan komt er zo'n zustertje, denk ik, in met een rood kussentje. Leg hem hier maar op. Echt wel. En dan heb jij nog geluk, Karen. Bij jou kan zo'n foto in één keer. Bij mij moet dat in drie keer, hè. En als, ik heb gehoord, als je hele kleintje zit... Dat is pijnlijk, hè. Oh, dat blijkt het ergste. Dan pakken ze zich, dan trekken ze zo erin.
En laat ze hem ook weer terugschieten. Krijgen zo'n terugslag. Oh, striemen in uw gezicht. Striemen in uw gezicht, heb ik ook gehoord, ja. Oi. Dus iedereen naar karinbreurs.nl. Ja. Er staat een icoontje, niet pletten. Vul hem in. Ik moet over 2 jaar. Voor die tijd moet er iets anders zijn. Ja. Prachtig. Hey, en ik kreeg trouwens een heel, een heel mooi berichtje van ons Trudy. Maar dan? Wil ik toch weer even delen. Degene die valt en weer opstaat, is zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is. Mooi, hè? Zij kan het zo mooi zeggen. Dat is mooi. Als moeder dus valt, gewoon overheen stappen dus. Oké, dan kunnen we dan nu even met de tafelschikking verder. Want ik, zoals ik straks al zei, dan wil ik langs ons Frans zitten, Dea. Oké, jij zit langs ons Frans, ons Anja naast jou. Ja, en dan moet Cara er tegenover. Hè, maar die kunnen Hallo, wacht even, dat kan niet. Want Fred moet mee, hè? Nee, dat kan niet. We doen alleen eigens. Hé, Karin, Fred is eigens. Oh ja, sinds wanneer hebben wij ons DNA blauw papier-maché? Normaal. Nou, als het dan zo lastig wordt, Karin, dan mag je het hem zelf vertellen. Ja, dat doe ik wel. Lukt me toch niet. Ik roep hem maar. Ik zal hem roepen. Fred! Fred. Ons Chris. Ja. Karin wil jou iets vertellen. Karin? Is dat die met de uitgedroogd haar? Die met die kromme potjes. Nou, ze zit daar. Ja, de die, ja. Ja? Nou, wij gaan dus een heel groot diner maken. Allemaal met kaarsen en hert en champagne. En alles is echt heel erg leuk. We doen sketches en liedjes. Ja. En jij bent er niet bij. Karin, hij mag van mij gerust meekomen. Wat maakt dat? Weet je wat je dan moet doen? Ja, dan doe jij volgend jaar kerst het diner. En dan vraag je hem, vraag de Pino erbij, heel Sesamstraat, heel de Efteling erbij. Veel succes. Hey, dat stikt mij toch niks. Hartstikke goed. Dat maakt mij niet uit, hoor, dat ik niet mag komen. Daarom. Ik red mijn eigen wel. Houdoe. Stikt mij niks. Maakt mij niet uit. Maar die kassen is lenig. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Maar ik had niet gedacht dat zonnebout zou zijn. Ons kei is opgemieterd en ik kan het niet begrijpen. Maar zit ik hier te sjoeren, met nog geen luis om dood te nijpen. De ballen in de boom, die kost ik net betalen. Maar na heb ik geen hooi meer, nog niet om friet te halen. Ik zit hier te verkleumen, van mijn voeten tot mijn handen. Want het gas is afgesloten, dus de kachel doet niet branden. Ik zit hier, in mijn eentje, in een uitgestorven huis. En ik zit maar weer te lauwen, naar een Duitser op de buis. Terwijl ik, van de vuiligheid, voort aan de toffelplek. Draai ik er nog maar een van mijn liste zware check. En ik heb geen boodschappen meer gehad gehad, maar het kan me niet verrekken, want bierde heb ik zat. Terwijl ik van de zattigheid, bekend van mijn eigen val, denk ik, Jezus, ga jij het goed? Daar in een houteren stal. Met een os en met een ezel, om me warm te houden. En ik strompel naar de keuken, want ik moet even spouwen. En ik sjoe bij de ramen, ik zie de lempjes bij de buren. Maar het kan me niet verbarsten, zal mijn tijd wel duren. Nee, het is een grote boutzooi, maar dat had ik al gezegd. Je moet maar kijken wat je doet, ik zeg in ieder geval, allee. Kom, hè? Jankert. Karin, we moeten wel even die tafelschikking oplossen, jongens. Ik zit al 2 jaar langs als moeder. Ik ga niet weer langs als moeder zitten. Nee, maar kom op. Iemand van jullie kan er toch een keer langs gaan zitten. Waarom moet dit er nou altijd? Ja, wacht. Je neemt een hond hier mee. Dan wil ons kaart helemaal
als hij zijn hond mee mag nemen, waarom mag ik dan niet meenemen? Ome Jos, je bent al aan de beurt geweest. Ga gewoon wachten. Iedereen heeft zijn hond. Gewoon terug. Gewoon teruggaan. En stil zitten. Gewoon terug. Komt heel. Oh nee, maar jij kunt gewoon langs je moeder gaan zitten. Ik ga niet langs. Kom op, jongens. Weet wat we ook kunnen doen? Met z'n allen achter elkaar gaan zitten. Dat is wel een idee. Volgens mij is het aanhouden van familiebanden helemaal niet natuurlijk. Kijk, heb je een vogeltje in een nestje, dat eitje komt uit. Dat krijgt te eten en dat vliegt weg. Geen houden of bedankt en hij is weg. Toch? Koekoeksjong, die ouders die hebben het helemaal voor elkaar. Die ouders die leggen de ei in het nestje van iemand anders en die naaien hem zelf naar Gran Canaria. Helemaal top, ja? Het drieteen meeuwkuikentje, ken je dat? Dat wordt geboren in een nestje tegen een rots. En dan komt het eerste komt uit, dat krijgt eten, dat is sterk. En alles wat daarna uitkomt, pikt hij die koppen kapot, die ogen eruit, naait hij zo uit het nest. En dan is hij de enige over gewoon. Ja, dan noemen ze siblicide, zuster- en broedermoord. Siblicide. En als er een woord voor is, dan mag het ook. Ja. Kijk maar, Kain en Abel, exacte monument. En bijvoorbeeld, ken je het zandtijgerhaaitje? Kijk, want dat drieteen meeuwkuikentje, die vermoordt echt al wanneer ze geboren zijn. En dat is zielig. Maar dat zandtijgerhaaitje, die eet al zijn broertjes en zusjes als embryo op. Wist u dat maar 3% van de dieren familiedieren zijn? En dan is het nog uit elkaar te beschermen. Maar niet om een boom met ballen neer te zetten en een dood kalfje te eten. Dat doen dieren niet eens. Die zijn veel dierlijker dan wij daar zijn. Maar waarom maken wij nou die denkfout dat wij denken dat we familiedieren zijn? Dat zijn we niet. Dat komt alleen omdat wij het soort jong wat wij krijgen... Dat is kaal, dat is lelijk, dat jankt, dat scheit, dat is... We zetten er niet voor niks allemaal beertjes omheen, hè. Toch. En dan elk dier, als het een uur leeft, dat schudt zich af, dat wordt afgelikt en dat staat... Weet wel, zelfs een olifant met die reten, die staan binnen een uur. Dat jong van ons... Is het een jaar, duwt er maar eens een keer tegen. Bang. Als het twee is, kan het nog geen ei bakken, jongens. Wat een ellende, ja. En daarom, wij hebben zo'n intensieve opvoeding van onze jong. En daarom moeten wij er zo lang bij blijven. En daarom denken wij dat wij familiedieren zijn. Maar dat zijn we niet. Die opa's en oma's in dierenrijk. Een opa en oma, als je niet meer vruchtbaar bent, die sterven. Ja, dat is gewoon niet meer nodig. Bij ons blijven ze nog gewoon leven. Ja. En dat is om die jong mee te helpen groot te krijgen. Zo werkt dat. Weet je wel? En dan zijn er opa's en oma's en die zeggen van... Nee, wij hebben al genoeg gezorgd. Wij zorgen niet meer. Nou, dan ben je ook niet meer nodig. Dood. Dus. En dan nog zo'n sterk moment wat bewijs levert dat wij geen familiedieren zijn. Dat is op het moment van de puberteit. Een kind, ja, dat begint te puberen. Dat betekent het wordt geslachtsrijp. Dat wil weg. Dus als u ziet dat uw dochter ongesteld is de eerste keer, het huis uitnaaien. Ja. Of als u ziet dat uw zoon, ja, we kunnen dat zien, ja, aan zijn laken... of als de sportsok een beetje raar aanvoelen. En dan zegt u tegen uw zoon... Gij, vuil, klein, ruk een puist de kop eruit, zeg jij dan. Wij zijn klaar, geloof ik, hè? Nee, wij zijn niet echt klaar. We zijn niet echt klaar. Jawel, want nee. Het menu is rond. Nee, het menu is niet rond. Ons Anja wil per se, je hebt net een mail gestuurd, echte soep met paling. Onze Nol wil gourmetten, ons Dree wil bami en ons Nandré die wil alleen maar, of ons Frans wil alleen maar risotto. Moeten we nog even naar kijken, schrijf maar op. Ik heb een idee, als ze nou allemaal thuis eten, bij mij de koffie doen. Karen, waarom doen wij het bij jou dit jaar? Omdat er van jouw cardioloog moet. Omdat we rosetto moeten denken. Ja, maar ook voor jouw diabetes. Ja, ook voor men, dat weet ik wel. Maar daarom moeten we wel bij elkaar zijn. Oké. De
sketches zijn rond. Nee, sketches zijn niet rond. Dus Nol wil zijn liedje niet doen. Oh ja, de prostaat van ome Fons en ome Jos speelt gruwelijk op met tante Bets. Ze gaat hem ook niet maar worden. Ga je toch een dansje? Nee, ik doe mijn dansje niet. Want? Nee, omdat iemand hier in de zaal op Facebook heeft gezegd dat dat een heel ordinair dansje was. En dan willen Sanne en Danny niet meer mee. Wow. Ja, en wie? Ik weet ook wie het is. Wie dan? Francine. Hey, ik wacht jou op buiten, hè. Maar we hebben jou vergeven, lied. Ja, dat hebben we. Dat wil je echt zingen, hoor. Ja, nee, maar dat moet ook echt doen. Helemaal geschreven. En ja, echt helemaal zingen. Uitzingen. Maar de tafelschikking, die is rond. Nee, we hebben veel te veel mensen en te weinig plaats. Als we nou ons moeder vergeten op te halen. Karin. We moeten er gewoon nog even naar kijken. Schrijf nou op. Nee, want... We hebben nog twee dagen. Weet je wat ik denk wat hier aan de hand is? Jij wilt geen kant op. Jij wilt gewoon niet dat ik het doe. Dat voel ik al helemaal. Ik wil echt wel dat ik het doe. Jij wilt het dat ik het niet doe. Jij wilt net als Anja doen. Nee. Omdat jij het zelf doet. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik wil dat jij het doet. We moeten bij elkaar. We moeten bij elkaar. Want als er iets gebeurt in 2015 bij jou. En wij zijn niet met z'n allen bij elkaar geweest. Is dat onze schuld. Ik ben al lang gered als ik een liedje kan zingen. Daar hoef ik niet heel het diner voor te doen. Have yourself a merry little had hij nou een zeglied zeggen? May your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Ik kan het wel oplossen, ik kan het wel. We moeten iets doen. Zal ik het regelen? Op mijn manier dan, hè? Ik ga mijn dagboek schrijven. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us. Gather near to us. Anja moet het doen, klaar. Zij kan het ook niet. Zij kan het helemaal niet. Zij kan het gewoon. Maar ga het maar zeggen. Oh, mag ik het zeggen? Jij mag het zeggen. Ja, hallo. Through the years we all will be together. Ik zou even kijken tot hij klaar is met zingen, want hij kijkt heel agressief en hij heeft mes in zijn zak. Hang a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Ja, nou is klaar. Maar, Kaat, luister even. Ons Christel wil geen kant op. En ons Nol is heel dik geworden dit jaar. Vergeleken dit is gewoon, dat is gewoon niks voor jou, zo'n diner. Dat werkt niet. Je moet allemaal dingen klaarmaken, daar ben je niet gewend. Die levert zoveel stress op. Doet dat elk jaar. Ja, die doet dat goed. En het is allemaal kaai lekker. Dat is niks voor jou. Dat is slecht voor hart ook. Slecht voor de gezondheid. Is dat we dit jaar niet doen. Karin. Want dat onthoud je. Maar ik heb het net allemaal uitgelegd aan jou. Als er dan iets met jou gebeurt, is het onze schuld. Precies. En dat wij niet op ons geweten hebben. Jij hoort bij ons. Dus. Mag ik dan wel? Ja, sluit al jouw show af. Het is jouw show. Is jouw mijn show. Jouw moment. Doe het op jouw manier. Mijn show, hè? Precies. Jouw show. Ja. Mijn show. Zal ik hier staan? Jij moet wel meezingen. Maar niet te hard, hè? Nee, dat ik het hard. Ja, ik doe het blijf stem. Zitten, hè? Blijf zitten. Stuurde jullie geen kerstkaarten? Nee, ben je maar niet bang. Ik heb een hartverlagend liedje geschreven. Probeer de tekst maar te onthouden. Op zijn minst het refrein, als dat lukt. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Hey. Blauwe lucht bevroren vijver buiten alles wit. Hij in pak, zij in een zwart fluwelen jurk met split. Onder de kerstboom liggen de cadeaus al klaar. Pa
Maar zij zwijgen nu al uren pijnlijk tegen elkaar. Hij had het haar verdomme nog beloofd. En deze keer had ze echt geloofd. Ik zweer het echt, ik kijk geen porno meer. Maar het is kerst, vergeef hem nog een keer. Pak zijn hand, streel zijn haar. Kus zijn wang, een gebaar. Waai het weg, laat het gaan. Ga eens lief, naast hem staan. De familie staat te vroeg voor de deur. En haar moeder staat meteen op standje zeur. Jouw piek staat scheef en heb je wel gestoofd? Oh, wat lijkt hij op jullie vader, die vuile schoof. Haar oudste zus heeft zich thuis al ingedronken. Staat dan te janken en dan weer vet te lonken. Is ze weg, snuit ze lijntjes op de play. En verraadt ze en passant. Dat haar zusje met haar stiefvader. Pak haar hand. Pak haar hand. Streel haar haar. Kus haar wang. Een gebaar. Waai het weg. Laat het gaan. Ga eens lief. Naast hem staan. Wat vind ik aan het doen? Mijn pak. Ik doe alleen gebaren. We hadden afgesproken dat jij niks zou doen en dat het mijn liedje is. Want het is altijd hetzelfde bij jou. He, dan mag ik iets doen voor mijn eigen. En dan sta ik in jouw schaduw. Of jouw slagschaduw, zeg maar. Ik doe niks. Ik zit hier alleen mee te gebaren. Meer doe ik niet. Jij zou niks doen. Jij zou op uw handen gaan zitten. Nou. Het is mijn show. Want anders had ik jou wel in het midden op die poster gezet. En ik heb je op de zijkant gezet. Zodat ik jou kan afknippen. Achter men gaan staan. Voor mijn part vecht je elkaar de kiet uit elke dag. En geeft jouw plaats in de familie geen enkel gezag. Ook al betalen ze hun schulden nooit terug. Maar aan het einde van het jaar hoor je te proosten met elkaar. Pak zijn hand, streel haar haar, kus hem wang, een gebaar. Waai het weg, laat het gaan, ga eens lief, naast hem staan. In jouw borsten. Pak zijn hand, streel zijn haar, kus hem wang, een gebaar. Waai het weg, laat het gaan, allemaal niet zo ga eens lief. Lachen. Stap over de schaduw heen. Pak wat maakt het uit? Streel zijn haar. Over 20 jaar zijn we dood. Ik 15. Waarschijnlijk. Allemaal je die druk maken. Laat het gaan. Ga eens lief. Naast hem staan. Ga eens lief. Naast hem staan. Dankjewel. Een keer. Een keer. Hallo.